Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, mensen op de publieke tribune en luisteraars die ons via de moderne media volgen, van harte welkom op deze openbare raadsvergadering van dinsdag 20 juni 2017. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van mevrouw Kloekhorst, de heer Kloekhorst en de heer Van der Wel. En voor het overige zijn wij compleet. Wij hebben op de agenda staan als bespreekstukken de bestuursrapportage en de kadernota 2018. Het is inmiddels 8:55 geworden. Dus ik doe een beroep op uw vergaderdiscipline vanavond. Daar ben ik ook als voorzitter voor verantwoordelijk. Maar dat kan ik niet zonder uw medewerking om effectief te vergaderen vanavond en tot besluitvorming te komen. Maar dat moet vast gaan lukken. Ik kijk nog even naar de wijze van behandeling. We hebben een eerste termijn waarin gesproken kan worden over zowel de bestuursrapportage als de kadernota. Dat hebben we afgesproken aan de voorkant. En de stemming zal afzonderlijk over de agendapunten afzonderlijk plaatsvinden. En mijn voorstel is om naar grootte van fractie, zeg maar, de bijdrage te doen. Dat bij de opening en mededeling nog steeds. Dan kijk ik even naar de griffier. We gaan naar agenda punt 2, de actuele vragenronde. Behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde, niet het geval. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Dat is ook het geval. En dan spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken. Ook nu zie ik geen beweging. Dat betekent dat wij doorgaan naar agenda punt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 mei 2017. Akkoord. Akkoord. En dan komen wij bij, zoals gezegd, de bespreekstukken van vanavond. Eerste bestuursrapportage 2017 en de kadernota 2018. Ik wil als eerste het woord geven aan de fractie van het CDA. De heer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 2 maal per jaar kijken we als politiek naar de gehele breedte van ons speelveld. Dat doen we bij de begroting, maar vooral bij de bestuursrapportage en de kadernota. En dat is nu alweer voor het laatst in deze raadsperiode. Dat roept misschien wel wat gemengde gevoelens op. Behoedzaam vooruit. Dat spraken we met elkaar af in het voorjaar van 2014. Behoedzaam vooruit. Vooruit gingen we in de bezuinigingsronde, die in dit huis flinke gevolgen hebben gehad. Maar ook van de samenleving extra inspanning hebben gevraagd. Vooruit met kunstgrasvelden, de sporthal, ontwikkelingen in Balkbrug, de gebiedsteams, spoorverbindingen. En zo zijn er op verschillende terreinen nog meer voorbeelden te noemen. Mooi dat zowel coalitie als oppositie geld hebben uitgegeven aan deze investeringen. En wat prettig dat er ook een frisse start is gemaakt op het thema van recreatie en toerisme en de economische impuls voor de regio Hardenberg. En we kijken uiteraard kijken uit naar de ontwikkelingen rondom het nieuwe ziekenhuis. Zo vooruit het college met haar plannen aan de slag ging, zo behoedzaam waren de heren op de bank achter mij voor wijzigingen door haar opdrachtgever, de raad, op de kadernota's of de begrotingen. En of het nu gaat om extra investeringen, zoals door sommigen verweten, of juist om lastenverlichting, waar het CDA voor staat. Nee, hiervoor was de ruimte te beperkt. Of, om heel eerlijk te zijn, de antwoorden van het college waren meer in de trend van de regen in de drup. En dan van de drup naar een donderwolk. En wie stevig doorzette, voorzitter, die kreeg zelfs een doorkijkje naar de rand van de afgrond. Afijn, dit donkere en sombere beeld werd dan ook veelvuldig bij de jaarrekening rechtgezet met zonnige resultaten. En gezien de mei-circulaire verwachten we dat ook het college nu meer mogelijkheden gaat zien. Immers, zelfs de netto-schuldquote, een parameter die hier meer dan gemiddeld veel aandacht krijgt, duikt in de normale BBV-regels onder de 100%. En voor de fijnproevers hier, ook volgens de oude systematiek, bleef deze onder de 130%. De algemene reserve loopt flink op en het is daarom goed om nog eens nadrukkelijk te onderzoeken wat de risicoposities zijn en welke hoogte van het weerstandsvermogen reëel en wenselijk is. Ook collega-partijen hebben het daarover gehad. Behoedzaam vooruit heeft ons financiële rust en ruimte gegeven. Maar we moeten er wel voor waken om niet als bank te worden aangemerkt. Of om het positiever en sportiever te zeggen, we zijn liever veldspeler dan bankzitter. Wat overigens wel opmerkelijk is, voorzitter, is het feit dat de kadernota toch al redelijk dichtgetimmerd is. We hebben als raad juist voor deze constructie gekozen, zodat de raad meer aan het begin van dit proces zit. En dat er in dit huis dus ook beter rekening kan worden gehouden met de wensen in deze raad. Waarom geeft het college de raad niet meer keuzes in de kadernota en verwerkt zij deze vervolgens in de begroting? Op deze manier kan wellicht een meer nadrukkelijke rol voor de raad worden weggelegd en kan de volksvertegenwoordiging een eerste keus maken. Wil het college dit overwegen? Of misschien moet ik met de vuist op tafel slaan, voorzitter, ik wil dit zo. Om te voorkomen dat mij in krantenberichten weer wordt verweten niet hard genoeg in mijn taalgebruik te zijn. Ik zie dat mijn woorden op de wenken zijn bediend wat dat betreft. Het CDA ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het college doet een heel aantal investeringsvoorstellen, waarvoor dank. En in de financiële kaders zien wij ruimte ontstaan. Ruimte om ook de lastendruk voor onze inwoners te beperken. Afgelopen begroting is daar al een klein begin mee gemaakt. En het college stelt voor een verdere lastenverlichting op de afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Fijn dat ons college hier bewust en nadrukkelijk voor gekozen heeft. We zijn daar content mee. Maar natuurlijk, voorzitter, kijken wij in het kader van de woonlasten ook, en ja, daar is hij, naar de OZB. Ten tijde van de bezuinigingen, waarop de hoogte van de OZB in onze gemeente beneden het gemiddelde lag, is deze in treden verhoogd. In de ranglijsten van gemeentelijke lasten zijn we dalende met onze stijgende heffingen en anno 2017 zitten we al ruim 15% boven het eindbeeld dat door de heer Theo geschetst is. En wat waren we dan ook verheugd? Ja, we waren echt verheugd, voorzitter, toen alle fracties in deze zaal de motie voor verlaging van de OZB afgelopen november hebben ondersteund, ondertekend en mee ingediend. Verheugd. Afijn, wellicht hadden we wat behoedzamer in onze vreugde moeten zijn. Want de toch wat smalle bank achter mij heeft daar in tegenstelling tot u allen in haar afweging voor gekozen om deze lijn vooralsnog niet over te nemen. Omdat de ruimte hiervoor te beperkt zou zijn. Tja, waar hebben we dat eerder gehoord? Wij gaan er in ieder geval van uit dat de motie later dit jaar alsnog uitvoering krijgt richting de begroting. Wat ons betreft was het signaal dat de Raad heeft afgegeven unaniem een te duidelijk signaal om nu nog langer te negeren. En als partijen daar structureel niet de mogelijkheden voor zien, dan vragen wij of het misschien een idee is om op basis van incidentele middelen de woonlasten te drukken. Om zo toch zonder een meerjarige verplichting de lasten voor onze inwoners te kunnen drukken. Bijvoorbeeld door incidentele middelen vrij te maken en om zo een verlaging in de woonlasten te voorzien. In de verwachting en veronderstelling dat er de komende jaren weer ruimte komt voor volgende jaren met woonlastenverlaging. Binnen het sociaal domein zijn er middelen overgebleven. Maar we zijn ons bewust van de volgende bezuinigingstreden die ons nog te wachten staat. Het uitgangspunt van budgetneutraliteit was wat dat betreft een goede zaak. Met de extra middelen die bij de mei-circulaire door het Rijk zijn toegezegd, kan ook hier ruimte ontstaan om ons beleid te toetsen op de uitgangspunten uit de nota Samendoen. In dit kader zien we ook uit naar de voorstellen van het college hoe de Kleinsma-gelden om armoede onder jeugd tegen te gaan ingezet kunnen worden. Ook zijn we benieuwd naar de resultaten van de sociale ombudsfunctie, want voor het CDA is het helder. Of er nu speculatief gesproken wordt over winst op minima, of er enkel wordt gekeken naar geldstromen in het sociaal domein in relatie tot de netto-schuldquote, het CDA wil goede zorg leveren. En wanneer deze ondermaat zou zijn, dan zijn wij meer dan bereid om meer te investeren in de zorg. Het geld volgt de maatregel. Voorzitter, Ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken. Een samenleving die open staat voor iedereen, dat noemen we een inclusieve samenleving. In de afgelopen periode hebben we in dit huis gesproken over dit thema en daarnaast is er een werkconferentie georganiseerd. Nu is het zaak om het beleid te maken zodat we de Hardenbergse inclusieve samenleving verder vorm en inhoud kunnen geven. Daarom hierbij een motie die we samen met andere partijen indienen. En ik draag enkel het dictum voor. Draagt het college op integraal lokaal inclusiebeleid op te stellen dat borgt dat inclusie continu onder aandacht is in alle domeinen waarop de gemeente actief is. Het inclusiebeleid te ontwikkelen met diverse stakeholders, dat ligt in de lijn die reeds is ingezet met onder andere de conferentie. Het inclusiebeleid zo nodig te vertalen in een financieel kader voor de begroting 2018 en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Deze motie gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging en de nummeren, maar voor de zekerheid motie nummer 1. Het beleid van de gemeente is steeds vaker niet voor haar inwoners, maar participerend met de inwoners. De welbekende participatiesamenleving. En met bijvoorbeeld een basisinkomen waarin gekeken wordt naar het netto besteedbaar inkomen, kunnen mensen in onder andere financiële nood gemakkelijker weer terugkeren naar betaald werk of een nuttige functie in onze samenleving. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om een pilot op dit gebied te starten? Voor het CDA staat de vitaliteit in onze kernen en staan we voor de vitaliteit onze kernen en buitengebied, waarbij mogelijkheden voor plattelandsontwikkelingen belangrijk zijn. Ondernemers moeten hiervoor de ruimte krijgen. Voor dit beleid zijn middelen beschikbaar gesteld en diverse doelen geformuleerd. Ook houden wij graag het VAP-beleid in de gaten en ook de casus glasvezel blijft onder onze aandacht. De problematiek aangaande asbestdaken zal ook een nadrukkelijke rol gaan spelen. De gemeente is niet als eerste verantwoordelijk, maar we zullen moeten blijven meedenken in oplossingen. Voorzitter, bij een kadernota passen kaders. De beleidskaders voor plattelandsontwikkeling of groene of duurzame omgeving moeten grotendeels nog vertaald worden naar financiële kaders. Toch moeten we zorgen dat de financiële kaders voldoende zijn. Zeker ook wanneer het gaat om cofinanciering van door andere overheden beschikbaar gestelde middelen. Samen met de collega's van de ChristenUnie willen wij dan ook voorstellen om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen en om dat te waarborgen en om te waarborgen dat ontwikkelingen in onze kernen en het buitengebied gewaarborgd zijn. Afhankelijk van de reactie van het college zal hierover wel of geen motie door de fractie van de ChristenUnie worden ingediend. Leefbaarheid en vitaliteit zijn ook toepasbaar op de centrumgebieden, Hardenberg en Dedemsvaart, waar wij zeer binnenkort over zullen spreken in het kader van de detailhandel structuurvisie. Compacte centra met een hoge belevingswaarde zijn wat ons betreft het uitgangspunt daarin. Leefbaarheid en vitaliteit om te wonen in verschillende kernen. Het college is momenteel in gesprek met de verschillende plaatselijke belangen om op juiste wijze de plancapaciteit voor woningbouw over de verschillende kernen te verdelen. Een aangenomen motie van afgelopen april draagt het college op om hierover goede afspraken te maken en procedures helder weer te geven. Wij zien dit graag tegemoet. Zoals gezegd, voorzitter, wil het CDA zich ook in de laatste maanden van deze periode inzetten voor een vitale gemeente Hardenberg. We blijven ons inzetten voor de streekfunctie met de bijbehorende bereikbaarheidsvraagstukken, woningbouw voor regionale behoeften en het blijvend ondersteunen van de economie, onder andere door ons beleid op de bedrijventerreinen. Wij willen de schouders eronder zetten en blijven werken aan onze gemeente. Samen met de collega-raadsleden, het college en niet te vergeten de medewerkers van de bestuursdienst Ommen Hardenberg, in welke vorm dat in de toekomst ook mogen wezen. Ik dank u vriendelijk. Dank u wel voor uw bijdrage in de eerste termijn. Ik stel voor om direct door te gaan met de fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Boersma. Dank u wel. De algemene beschouwing die ik in juni 2015 hier hield, had als thema de coöperatieve samenleving, afgezet tegen de participatiesamenleving. Een participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waar iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Waarbij de overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. Let wel, dit is een sterk individualistisch ingekleurd in de lijn van deze tijdgeest. Wie het kan, wel, maar wie het niet kan. Participeren is meedoen, ergens aan deelnemen. Je doet mee als je dat kunt, maar oh wee, oh wee, oh wee, als je het niet kunt. En wie vormt dan het vangnet? Zijn wij dat? Het christelijk sociaal denken gaat ervan uit dat het goede samenleven niet het werk is van de overheid of van individuen, maar van mensen en maatschappelijke verbanden. Tegen zelfredzaamheid plaatsen wij de notie van samenredzaamheid. Tegen de participatiesamenleving zetten wij de coöperatiemaatschappij, een maatschappij waarin overheid en samenleving niet tegenover, maar naast elkaar staan. En vanuit die gedachte, niet ik voor mij, maar wij samen, wil de fractie van de ChristenUnie haar werk doen in deze gemeente. Coöperatief, betrouwbaar en doordacht. Dat zei ik toen, bij wat meer woorden. Een jaar later, we schrijven 2016, sprak ik hier over het pauperparadijs. Een stuk wat dit jaar opnieuw in Veenhuizen wordt opgevoerd. En dat stuk bespreekt de tweedeling in de maatschappij. Een kloof tussen arm en rijk. En de mensen die het boek over Jan Six hebben gelezen van Geert Mak, die horen ook puissant rijke mensen in de Amsterdamse grachtengordel en vreselijk arme mensen in de Sloppenwijk. Arm en rijk. Tussen jong en oud. Tussen vitaal en gehandicapt. Tussen werkend en werkloos. Tussen autochtoon en allochtoon. Tussen ingezetene of gast. Tussen overheid en burger. Tussen wij en zij. En dat toneelstuk, dat pauperparadijs, zei ik jullie toen, dat is geeft een tijdsbeeld, maar is ook voor ons een les. Want nog steeds zetten we mensen aan de kant. Nog steeds worden mensen die het zelf niet kunnen redden, niet als voorwaardig gezien. Worden mensen buitengesloten. En de vraag in het stuk van de Soldaat van Oranje is, als wij niets doen, ik heb die zin al eerder gezegd, als wij niets doen, wie dan wel? Daarom zitten we hier. Niet mooi te zijn, maar als wij niet doen, wie dan wel? Nou, daar heb ik een paar dingen over. Zo pleitte de ChristenUnie bij monden van Klaas Mulder al een aantal keren bij herhaling voor het instellen van een fonds waardoor het mogelijk is maatschappelijke initiatieven te ondersteunen met een bedrag. En bij motie vroegen we om vanaf 2017 hiervoor €100.000 structureel op te nemen in de begroting. En vervolgens samen met de raad en partijen uit de samenleving een verordening op te stellen waaraan initiatieven uit de samenleving getoetst kunnen worden. En we vragen de portefeuillehouder nog een keer in de reactie op deze inbreng aan te geven of hij bereid is bij de begroting structureel €100.000 in te zetten voor het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Wij zeggen, en daar zijn we echt niet alleen in, dat zeggen gelukkig meer partijen, wij zeggen in ons verkiezingsprogramma dat er geen inwoner tussen wal en schip mag vallen. En wij vragen ons steeds af, gebeurt dat ook? We hebben niet voor niks op initiatieven, dat mag ik wel zeggen, van de PvdA gezet, wij willen een ombudsman. En die ombudsman moet tegen ons zeggen, zijn er mensen in onze gemeente die tussen wal en schip vallen? Want dat hebben we beloofd. En dan ga ik weer terug, als wij niets doen, wie dan wel? Wij hopen en verwachten dat hij straks met een goed rapport komt, zodat we inzicht kunnen krijgen of er mensen tussen wal en schip vallen. Ik kom daar zo op terug. Wij gaven aan met de accountant eens te zijn die ons adviseert periodiek per kwartaal financiële managementinformatie te vragen, waaruit moet blijken dat het geld dat beschikbaar is voor het sociale domein ook daadwerkelijk daarvoor wordt besteed. En de mensen echt bereikt die het echt nodig hebben. In de kadernota geeft het college aan met voorstellen voor nieuw beleid ten aanzien van de mantelzorg te komen. En als fractie zijn we benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek dat de gemeente en Mezzo, de belangenorganisatie voor mantelzorgers, begin dit jaar heeft uitgevoerd. En op de uitkomsten daarvan moeten we beleidsvoornemens worden gebaseerd. In ieder geval zijn we van mening dat de mantelzorgwaardering concrete vorm moet krijgen dan de afgelopen jaren, waarbij mantelzorgers een keuze moet worden geboden in welke vorm ze het compliment willen ontvangen. Bij een coöperatiesamenleving hoort het samen met de inwoners voorbereiden en mogelijk invulling geven van beleid. En wij zijn echt op zoek, en dat vinden we lastig, we zijn op zoek naar vormen van participatie van plaatselijke belangen en groepen. Zo organiseerde onlangs wethouder René de Vent een mini-conferentie over de duurzame energieproductie. En die conferentie gaf uitvoering aan het besluit van onze raad op 13 december 2016... om een conferentie te organiseren voor de samenleving en maatschappelijke organisaties, met als doel draagvlak te creëren voor duurzame energieproductie door het presenteren van kansrijke initiatieven. En een tweede, de voorzitter van Plaatselijk Belang Dedemsvaart gaf in een interview aan dat hij graag met fracties in contact komt om zaken die in Dedemsvaart spelen met elkaar te bespreken. Nou, uiteraard hebben wij inmiddels contact met hem gezocht en een afspraak gemaakt. En zijn wens is een mooie illustratie van actieve participatie aan de voorkant van de beleidsvorming. Beide voorbeelden geven aan dat we in het traject naar meer burgerparticipatie stappen aan het zetten zijn. Voor ons als ChristenUnie-fractie en wellicht voor de Raad als geheel betekent die omwenteling dat we ook op het terrein van participatie kunnen spreken van samen doen. We gaan op zoek en vragen aan anderen die zoektocht met ons mee te gaan maken. We gaan op zoek naar informatie om een andere manier op te halen, dicht bij de bron en samen met de betrokkenen. En zo kwamen we bij het volgende. In elk raadsvoorstel staat, naast een financieel paragraafje, een risicoparagraafje, staat het paragraafje communicatie. En we zijn dus een eindje teruggegaan naar een aantal raadsvoorstellen en we constateren dat die paragraaf veelal sumier wordt ingevuld. En de raad in voorkomende gevallen het college moet vragen met wie en met welk resultaat is gecommuniceerd. Ga de laatste maanden maar na en elke keer was de vraag, en wethouder, met wie heb je gecommuniceerd, heb je erover, wat was het resultaat? En wij stellen nou voor dat op het communicatietraject tijdig, als kan, aan de voorkant in te zetten. En dat wij geloven erin dat dat draagvlak in ieder geval wordt vergroot. En om meer inhoud te geven aan die communicatieparagraaf dienen we een motie in met het volgende dictum. Het college opdracht te geven met ingang van heden in de paragraaf communicatie helder te verwoorden. A. Met wie en waarover in de aanloop van het raadsvoorstel is gesproken. B. Hoe vanuit deze contacten het draagvlak in de samenleving wordt ingeschat. En C. Met wie na het aannemen van het raadsvoorstel wordt gecommuniceerd. Dank u wel. Deze motie krijgt nummer 2 en maakt deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Meneer De Vries. Meneer De Vries is vorig jaar weduwnaar geworden. Hij heeft weinig contact met anderen. Zijn enige uitje is dat hij op donderdagavond naar de biljartvereniging gaat. Hij geniet hier enorm van en hij heeft een aantal medebiljarters waarmee hij fijn kan praten. De contributie die hij betaalt voor de biljartvereniging is €65 per jaar. En sommige mensen denken, wauw. In het keukentafelgesprek met de lid van het Samendoen-team geeft meneer De Vries aan dat hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Hij zegt, ik kan het echt niet meer betalen. Het is te veel. En dan denk je, zou het niet geweldig zijn als het Samendoen-team kan besluiten de contributie van meneer De Vries te betalen, te voldoen of bedenk het maar. En de ChristenUnie stelt voor dit idee concreet te vertalen in beleid en vraagt dat het college bij de begroting van 2018 voor elk Samendoen-team een bedrag van in eerste instantie €25.000 ter beschikking te stellen. Totaal dus €100.000 met uiteraard een regeling hoe de besluitvorming plaatsvindt en hoe de uitgaven verantwoord worden. En wellicht vraag je je nu af, als je een beetje kennis hebt van wat we voor regelingen wel hebben, en die vraag werd ook gesteld vanmiddag, wellicht vraag je je af, hoe verhoudt zich dit nou met het Fonds Sociaal Cultureel Fonds? Dat hebben we immers al ingericht, dat is ook voor jongeren, maar boven de 18 kan iemand tot €130 vergoed krijgen. Nou, waarom komen wij toch met het voorstel? Om het volgende. Als je gebruik wil maken van het fonds, moet je zelf het initiatief nemen. Moet je zelf formulieren invullen. Dat is 1. Dat is voor sommige mensen juist uit die doelgroep een grote drempel. 2. Die formulieren komen bij een ambtenaar achter. Nou, die zie je niet, want je moet ze digitaal opsturen. En die moet dat beoordelen, dus die kent de persoon niet. En een derde, dat vinden we nog belangrijker. De regeling geeft aan dat de omlooptijd van de aanvraag 8 weken is. Ja, dan denken wij, als dat leeft, als iemand het niet meer kan, mag het Samendoen-team dan niet handelend optreden en kunnen we niet uit het sociaal domein dan €100.000 vrijmaken om ook het Samendoen-team de ruimte daarvoor te geven. De fractie van de ChristenUnie heeft de motie klaar liggen om dit doel te bereiken, maar wacht eerst de reactie van het college af. En ik weet dat er ook eventueel meerdere partijen op die motie met ons in willen dienen. Maar we houden hem nog even in ons achterzak. We wachten even af en als het nodig is, dienen we hem in de eerste termijn wel in. Het gaat voornamelijk immers om de kaderstelling. En als het college dat kader overneemt, hoeven we helemaal geen motie in te dienen. In het kader van niemand mag buiten de boot vallen, het thema wat een beetje door mijn verhaal speelt, iedereen moet meedoen, vragen we aandacht voor het inclusiebeleid. Je hebt net al gehoord, en collega Breukelman heeft het al verteld, dat er een motie ligt, die is breed samengesteld. Daar hebben een aantal mensen echt hard aan gewerkt. En de ChristenUnie heeft er hard aan meegedaan en ook GroenLinks. Is er gewerkt om een motie van het CDA te steunen. Er moet in dat kader nog heel veel gebeuren, maar het is een aanzet om tot inclusiebeleid te komen. Iedereen moet meedoen. En de ChristenUnie onderstreept dan ook de wens die raadslid Rick Brink onlangs heeft uitgesproken om dit spreekgestoelte waar ik nu achter sta ook toegankelijk te maken voor mensen die niet op twee benen kunnen staan. En ik met nadruk vraag het college om de wens van Rick en ook de wens van ons zo snel mogelijk te honoreren. Met een schuine blik naar de mei-circulaire kunnen we, zoals het zich nu laat aanzien, als raad een positieve meerjarenbegroting aanbieden aan de nieuwe raad, die in maart 2018 aantreedt. Goed om te kunnen constateren dat de schuldquote is verlaagd en toegezegd is dat er een analyse en benchmark wordt opgesteld over de weerstandsvermogen. Naar we hopen ontstaat er dan investeringsruimte voor plannen die nu op de reservelijst staan. Na de algemene beschouwing, nadat we allemaal het woord hebben gevoerd, zal zaken Christian Zijlstra van onze partij reageren op het voorstel van de OZB dat het CDA net heeft verwoord. Martijn Breukelman zei het net ook al, voor het landschaponderhoud zijn onze agrariërs echt van cruciaal belang. En we zijn samen met de fractie van het CDA dan ook blij dat er een ton wordt uitgetrokken voor plattelandsvernieuwing. Omdat blijvende aandacht voor het buitengebied van essentieel belang is, de verschraling van het buitengebied moet worden tegengegaan, het onderhoud van het landschap moet blijven bevorderen, de biodiversiteit de ruimte moeten geven, de cofinanciering van lieden willen garanderen en, niet in de laatste plaats, een goed onderhouden landschap en impulsjes voor recreatie en toerisme, voor mensen van buiten, maar ook voor onszelf die hier willen recreëren. We stellen daarom ook voor in de begroting het bedrag op te hogen naar €150.000, wat het ook de afgelopen jaren was. En we willen graag dat dat toe wordt gevoegd aan het zogenaamde wensenlijstje, zodat we straks bij de begroting dat voorstel terugzien. En met het CDA zijn we dan ook benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder of hij dit kader wil overnemen. En als dat niet het geval is, als hij dat niet over wil nemen, zullen we overwegen in de loop van deze vergadering een motie van die strekking in te dienen. Taakstellend geven we het college mee om de samenwerking met de omliggende gemeenten en zeker met de gemeente Ommen te verbreden dan alleen het leveren van diensten. Samenwerking met buurgemeente Ommen moet het resultaat hebben dat de regio als geheel daar baat bij heeft. Samen kunnen we een sterke economische regio vormen waarbij ingezet kan worden op de groei van de werkgelegenheid, de naamsbekendheid, de recreatie en toerisme. En daarbij is de BOH geen doel, maar een middel. En omdat we geloven dat er ook hier geldt, samen ben je sterker, verzoeken we het college bij de begroting, of in de buurt van de begroting, een plan aan de raad aan te bieden, waarin is beschreven hoe de samenwerking voor een sterke regio vorm en inhoud krijgt en welke initiatieven worden ontplooid de samenwerking met Ommen verder uit te bouwen. De fractie van de ChristenUnie is blij dat er uitvoering wordt gegeven aan de door haar ingediende motie om 4 jaar lang €500.000 te bestemmen voor vitalisering van het centrum van Hardenberg en het centrum van Dedemsvaart. Een aanzet voor fondswerving die is ingezet kan worden als cofinanciering voor de transformatie naar aantrekkelijke centra in Dedemsvaart en Hardenberg. We kijken uit naar de kaders die voor het inzetten van deze gelden zullen gelden. We zijn van mening dat de instandhouding van de sporthal in Bergentheim dik voor elkaar komt. Er zit geweldig veel spirit in het dorp als we kijken hoe de inwoners zich hebben vastgebeten in het realiseren van het nieuwe dorpshuis. Zo zal het ook gaan met de ontwikkeling van de sporthal. Wij geloven erin. Met de ondersteuning van €175.000 vanuit de gemeente zal het lukken om deze sporthal draaiend te houden. Kortom, het komt dik voor elkaar. De fractie dringt er aan om extra aandacht te schenken aan het inschatten van de risico's rond de informatieveiligheid en de privacybeheer. We achten het zeer wel mogelijk dat het bedrag dat hiervoor is voorzien te gering is om deze moeilijke klus te klaren. Daarnaast wordt gewaarschuwd dat veel gemeenten de informatieveiligheid onderschatten. We zullen dit punt de komende tijd ook blijven volgen en verwachten van het college dat we regelmatig en tijdig op dit punt worden geïnformeerd. Waar de fractie content mee is, dat willen we echt hier uitspreken, is de scheiding die is aangebracht tussen enerzijds het eerste B-rapportage, de bestuursrapportage, en anderzijds de kadernota. De kadernota is zeer goed leesbaar en heeft nadrukkelijk de richting aan. Maar, en er komen nog wat puntjes op een tekst, maar we hebben nog één hele grote wens. En collega Breukelman sprak er net ook al over. Laat in de volgende kadernota ruimte over voor de gemeenteraad. Ruimte om zelf keuzes te kunnen maken in prioritering of het aandragen van nieuwe onderwerpen. Kortom, timmer als college niet te veel aan de voorkant dicht, maar geef ruimte aan de raad. En het zit de ChristenUnie mensen niet zo in de genen om met de vuist op tafel te slaan of met stemverheffing te spreken. Dat gaan we dan ook niet doen. Maar we zeggen wel, we willen dit. En dat is ook duidelijk. Ten slotte, vanuit deze kaderstelling gaan we op weg naar de begroting. De begroting voor het jaar 2018. Het jaar 2018 waarin onze inwoners een nieuwe raad gaan kiezen en na de coalitieonderhandeling een nieuw college wordt samengesteld. Een raad en een college die op basis van de kaders die we vandaag gaan stellen, verdere invulling gaan geven aan het beleid van deze mooie gemeente. Iedereen die daarbij betrokken is, wensen we veel energie en zegen. Ik dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ik ga naar de fractie van de VVD. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik ga tot mijn eigen frustratie en verdriet met u weer eens hebben over de schuldquote. Niet dat ik dat nou zo graag had gewild, want ik dacht eigenlijk in april 2014 daar al mee klaar te zijn. Toen we heldere afspraken hadden gemaakt over de schuldpositie en het maximale te behalen resultaat daarin. Maar blijkt dat u telkens weer wegen zoekt naar het knabbelen, dan wel om andere definities samen te stellen. En nou ja, dan blijft het voor mij noodzakelijk om namens de VVD-fractie telkens weer terug te komen op het besef van één juiste schuldpositie en de gevolgen daarvan. Voorzitter, ik had heel wat dingen willen zeggen, maar het is allemaal ingehaald door de mei-circulaire in zoverre dat het resultaat nu meerjarig positief lijkt. Ik zeg met nadruk lijkt, want we weten natuurlijk nooit waar het uiteindelijk naartoe gaat. Het zijn prognoses en u wil ons nog wel eens verbazen met de realisatie met de uiteindelijke uitkomst daarvan. Maar voorlopig heb ik daar maar even een pas op de plaats gemaakt en concentreren we dus eigenlijk ons heel sec op de kadernota op zich. Die wij als VVD-fractie niet zo heel erg raar vinden. Want wat u daarin doet is eigenlijk een hele bescheiden doorkijk geven ter zake de komende jaren. Dat past ook wel, hè, in een jaar voor de verkiezing, enige terughoudendheid om daarmee ruimte te geven voor een nieuwe raad om eigen plannen en inzichten in te vullen. Dus wat dat betreft vindt u de VVD-fractie redelijk aan uw zijde. Ten meer omdat uw ambities eigenlijk betreffen het faciliteren en zelfs versnellen van de economische groei, verlagen van de woonlasten, het verbeteren van de dienstverleningen, dat betreft dan zo waar de BOH. Daar hebben wij al wat doorkijkjes in gegeven wat we daarvan vinden. Maar wellicht dat we daar in een latere fase op terug kunnen komen. En ook de duurzaamheidsagenda met het daarbij behorende duurzaamheidsfonds. Tevens zien wij daarin wat winstwaarschuwingen gegeven. Nou, dat leek in eerste instantie wat raar, want in het besluit wat u aanbood was het allemaal verliezen. En dan is een winstwaarschuwing een wat merkwaardige definitie, maar u lijkt daarin gered door de mei-circulaire. Maar de winstwaarschuwingen betreffen wel serieuze zaken die nog wel wat roet in het eten kunnen gooien. Het betreft onder andere het sportbesluiten, incidenteel 2 miljoen en structureel waarschijnlijk een last van €355.000 per jaar. Exploitatie van de zwembaden blijft toch wel een zorgpuntje. Huisvestingsscholen en ook de extra kosten van het bestuur zijn wel dingen die nog eventueel het resultaat nog zouden kunnen beïnvloeden. En dan is er nog een reservelijst waarop toch zaken staan die wij als VVD-fractie best interessant vinden. Zoals het fietspad in Schuinesloot, Slagharen, beheer en onderhoud van bruggen. Nou, daar zouden we niet te veel op willen beknibbelen. Het MFC in de Krim, het cultureel programma, buitensport, onderhoud, gymzalen, sporthallen enzovoort. Om er maar te zwijgen van de diverse programma's die allemaal liggen. Maar staan voorlopig nog op de reservelijst. Wij vinden wel steeds nog dat er heel weinig ruimte is, dat het heel krap in de jas genaaid zitten. En ik hoor dan ook wel vaker dat het heel erg financieel goed gaat. En ik moet wel zoeken naar die financiën. En het lijkt erop dat het niet zozeer met eigen beleid te maken heeft, als wel met dan nu weer de mei-circulaire die er komt. Maar ter zake van de schuldcode wil ik toch wel wat bijzondere aandacht hebben. Want wat u nu doet, is dat u eigenlijk in de behoefte om telkens te willen scoren, niet zozeer het team goed opleidt, maar dat u de spelregels van het spel wat gaat aanpassen. U krijgt met andere woorden de bal niet goed in de goal. En wat doet u nu? U maakt de goal wat groter. En dat doet u door de definitie van de schuldquote niet zozeer te veranderen. Hè? Want u zegt hier, we sluiten aan bij de landelijke definitie, maar dat deed u eigenlijk al lang. Wat u eigenlijk zegt is dat u de inkomsten van het sociaal domein gaat meetellen binnen de grondslag voor de uiteindelijke schuldquote. En daardoor daalt die naar die 97%. Dat is niet zozeer eigen inzet of heel veel toegevoegde waarde. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met een herdefiniëring van de schuldquote op zich. Dus wat u feitelijk doet is dat u zegt, ik maak van mijn bruto inkomen een netto inkomen. U zegt, ik neem de inkomsten mee, maar de daartegenover gefixeerde uitgaven laat u buiten beschouwing. En dat is iets wat wij toch absoluut als een gevaarlijke aangelegenheid willen kenmerken, te meer omdat er eigenlijk geen ruimte in zit. Het is niet zo dat u daarmee kan spelen. Het is niet zo dat u kunt zeggen dat die inkomsten ook aan vrijheid geven van handelen. Maar dan kom ik even terug op wat mevrouw Luiten eerder zei. De winsten in het sociaal domein, hoe ongelukkig geformuleerd ook, zouden in deze nieuwe definitie namelijk gebruikt kunnen worden om extra geld te lenen. En daarvoor is dat absoluut in onze beleving niet bedoeld. Dus de ruimte die u nu denkt te creëren, de trom waarop u slaat ter verlaging van de schuldquote, is niet uw trommel, is slechts en alleen het herdefiniëren van de schuldquote op zich. En wij zouden dan ook willen oproepen om dat niet te doen. Om de reeds gemaakte afspraken die u hebt gemaakt in het collegevoorstel. En meneer Boesma hoort mij nog wel eens over ons verkiezingsprogramma. Maar u zou eens moeten kijken naar uw eigen collegeprogramma. Daar staat dit namelijk heel helder in geformuleerd. Daar hebt u namelijk afgesproken dat u de inkomsten van het sociaal domein niet zou meetellen bij de bepaling van de schuldpositie. En heel simpel betekent dat eigenlijk dat u die definitie wel mag veranderen. U kunt best naar de nieuwe definitie gaan, maar u zult daarbij in onze mening niet zozeer ter verandering van het beleid als wel ter voortzetting van het beleid moeten komen tot dezelfde budgetneutraliteit die u al had binnen het sociale domein. En dat betekent in dit geval dat u zult moeten afspreken, geen nieuw beleid, maar uw eigen beleid, dat u de schuldquote maximeert op 100%. En dat hebben we dan ook een amendement ingediend. We hebben bij voorbaat onze verbazing daar weinig steun voor gevonden, want immers het betreft uw eigen collegeprogramma. En wij hadden gedacht dat u deze omissie zou willen herstellen door ons een adhesie te geven. Maar niets is minder waar, dus ook deze zal weer sterven in eenvoudige schoonheid. Desalniettemin lees ik hem voor, voorzitter. En het betreft dan dat de tekst van het raadsvoorstel onder het tweede aandachtstreepje zal worden gewijzigd als volgt. Dat met ingang van de begroting 2018 voor de berekening van de netto schuldquote de landelijke definitie te hanteren. Als vastgelegd in het besluit begroting en verantwoording. Tot zover niets nieuws, maar daarbij aan toe te voegen waarvan ik dacht dat u vergeten was. Met dien verstande dat de netto schuldquote niet structureel en daarmee meerjarig boven de 100% komt. Overigens heb ik daar nog een kleine escape voor u ingevoerd. Ik dacht daarmee meneer Dogger mee te krijgen. Immers, u krijgt de mogelijkheid in deze definitie om eventjes boven de 100% te geraken, mits u daarbij aangeeft dat u structureel weer teruggaat naar onder die 100%. Nou, dat was een handreiking waarvan ik dacht dat ik u zou plezieren. Waarbij opgemerkt nog volgens de accountants dat... Ik dacht dat u klaar was, maar kunt u even ademhalen. Amendement nummer 3 wordt dit en deze gaat deel uitmaken van de beraadslaging. Nou, voorzitter, ik was ook bijna klaar, vandaar mijn afronding. Waarbij nog opgemerkt dat 100% in de nieuwe definitie nog helemaal geen strafexercitie is. Want zoals u zag in het accountantsrapport is 90% de gemiddelde schuldquote in Nederland. Maar daaronder wordt het pas gezond. Voorzitter, om de ernst van de zaken krachten bij te zetten wilde ik het hier maar bij laten. En dan kunnen wij alsnog reageren op andere voorstellen in de tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de VVD-fractie. Op dit moment roept dat geen reacties nog op. We gaan naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luiten, aan u het woord. Voorzitter, het is toch fijn dat er altijd wat te lachen valt in Hardenberg. Wij waren niet van plan, we hebben erover nagedacht om uitgebreid terug te kijken en vooruit te kijken en te zeggen dat we het hier met elkaar allemaal zo goed hebben gedaan. Dat vinden we eigenlijk best wel, eerlijk gezegd. Want als je ziet wat er allemaal op de gemeente is afgekomen de afgelopen jaren, dan vinden we dat we een heleboel verantwoordelijkheden eigenlijk behoorlijk goed hebben opgepakt. Wij hebben al die verschillende, die enorme stortbuien aan plannen en nieuw beleid en verantwoordelijkheden eigenlijk altijd getoetst aan één ding. Namelijk, wordt de kloof in de samenleving er niet groter van. Niet omdat wij zo egalitair zijn en vinden dat we het hier allemaal op de communistisch moeten aanpakken, maar wel omdat we ons oprecht heel erg zorgen van maken over die kloof die op alle terreinen helaas aan het groeien is. Daar kunnen we niks aan doen. Wij zijn de PvdA, dat zit nou eenmaal in onze genen. Wat dat betreft vonden we het heel fijn om steeds te merken hoeveel sociaal gevoel er ook bij de andere partijen in deze raad zit. Het hele jaar door, behalve, maar dat kunnen wij verkeerd begrepen hebben, toch als het op de jaarrekening of op de BERAP aankwam. Maar dat is op zich ook niet zo'n probleem, want dan dat moeten we dan op een andere manier aanpakken. Maar om kort samen te vatten, wij hebben eigenlijk gewoon gewerkt aan een eerlijk en sociaal Hardenberg. Dat hebben we gedaan, dat blijven we doen en dat gaan we vanavond ook nog doen. Dus wij waren zeer aangenaam verrast ook met de plotselinge draai van het CDA of het over basisinkomen gaat. Zo hebben we dat maar even geïnterpreteerd. En we zijn natuurlijk ook met volle overtuiging steunen we de inclusiemotie die door het CDA wordt ingediend of is aangekondigd. Maar we hebben ook nog wat andere dingen te doen. Concrete dingen die mensen gewoon buiten dit huis ook daadwerkelijk iets van merken. Want er is misschien een misverstand gerezen de afgelopen weken. Namelijk dat wij het met het hele beleid hier op het sociaal domein niet eens zouden zijn. Dat wij dat allemaal maar niks vonden. Dat is niet zo. We staan daar absoluut achter. We zijn er de hele tijd bij geweest. We hebben met volle overtuiging ja en voor gestemd waar we het ermee eens waren. Maar zoals ik heb proberen uit te leggen, het blijft ook knagen dat er elke keer zoveel geld over is. Want ja, het staat mooi op papier. Ja, we hebben met z'n allen ons best gedaan en niet alleen wij in deze zaal, maar iedereen in dit huis. Om het beleid zo goed en zo eerlijk en zo sociaal mogelijk te formuleren. Maar we weten ook allemaal, ik bedoel wat dat betreft is dit net een heel klein Hardenbergs stolpje in plaats van een Haagse stolp. Dat wat wij hier bedenken niet noodzakelijkerwijs buiten ook allemaal de wereld nou zo doet veranderen. Dus als wij geluiden horen over mantelzorg, huishoudelijke hulp, arbeidsmarkt, dat soort zaken, dan knaagt het nog steeds. We hebben proberen te doen wat we kunnen doen om erachter te komen of het werkt en om het te verbeteren. Maar wij zullen erop blijven hameren en dat waar nodig en waar we kunnen zullen we er ook wat aan doen. Zo zullen we, hebben wij ook absoluut veel oog de afgelopen tijd steeds gehad voor het repareren van schrijnende gevallen, of ze nou wel of niet in de regeltjes passen. Maar we willen ook eigenlijk vanavond nog maar even verder gaan met twee, wat ik dan maar noem, ogenschijnlijk kleine reparaties van beleid. U zult misschien denken, moeten we het hier nou echt over hebben op deze avond van de grote vergezichten en terug en vooruit blikken? Ja, wat ons betreft wel, want deze kleine reparaties die hebben voor de mensen die het betreft enorme grote gevolgen. Het gaat over twee zaken. Iets wat in het jargon, dat heb ik moeten leren, de voorliggende woonvoorziening heet. Voor wie niet weet wat dat is, ik wist ook niet wat die term betekende, maar ik weet wel over wie het gaat. Want dit gaat over jongeren die in een lastige thuissituatie zitten. Dat kan zijn omdat er thuis verslavingsproblematiek is, dat kan zijn omdat ze zwaar in de mantelzorg zitten. Het kan zijn, om allerlei redenen zijn dat jongeren in de leeftijd van de middelbare school thuis moeilijk of zwaar hebben. Het kan nodig zijn als je die jongeren een half jaar of een jaar een rustige plek biedt, dat ze daarmee net de tijd hebben om hun eindexamen te halen en een nieuwe toekomst in te gaan. Als je dat niet doet en ze blijven thuis en ze halen hun eindexamen niet en ze gaan werken of niet werken, dan blijkt uit de praktijk dat daar vaak veel langduriger en ernstiger problemen uitkomen dan wanneer je ze misschien net zou hebben geholpen. Het gaat even expliciet om jongeren die dus niet geïndiceerd zijn als probleemjongeren. Maar door die kinderen een half jaar een dak onder hun hoofd te geven, help je ze waarschijnlijk een stuk betere toekomst in dan wanneer je ze eerst de vernieling in laat gaan en dan een heleboel geld moet uitgeven om ze daar weer uit te halen. En dat past dus ook nog, dat komt mooi uit, anders hadden we het ook voorgesteld, maar nu komt het mooi uit, in het idee van de preventie die wij met elkaar hebben afgesproken. Het is een kleine maatregel. En wij zullen dan ook een motie indienen waarvan het dictum luidt dat de Raad het college opdracht geeft in lijn met de kaders en ambities uit de transformatieagenda concreet beleid te ontwikkelen ook voor voorliggende woonvoorzieningen en daarbij de ervaringen in andere gemeenten te betrekken en daarvoor voor de begrotingsbehandeling komend najaar een voorstel aan de Raad voor te leggen. Dus we vragen u niet eens om nu heel veel geld te reserveren, maar wel om te kijken naar de ervaringen die ze onder andere in Zwolle en in Meppel en op nog een aantal plekken hebben opgedaan met dit instrument. We hebben ook al een beetje werk voor u vast gedaan. De woningcorporatie Beter Wonen is zeer geïnteresseerd en wil graag meewerken. Dus wat let u? Het kost u nu een beetje. Ter vergelijking in Dalfsen kost het maar €10.000 per jongere voor een jaar. En daar hebben ze er maar 9. Nou, laat het hier het dubbele of driedubbele zijn. Maar dan hebben we wel 30 jongeren voor weinig geld een uitzicht te geven op een veel betere toekomst. Dat is één, met wat ik noem een ogenschijnlijk kleine reparatie, maar wel grote gevolgen. Het tweede gaat over... dit is motie nummer 4. Ja. De nummeren voor de stemming eventueel straks gaat deel uitmaken. Dank u wel. Het tweede gaat over beschut werk. Voor ook daar, de meeste mensen zullen dat wel weten. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig op de arbeidsmarkt niet redden. We begeleiden ze naar tegenwoordig passend werk of maatschappelijke participatie. Dat laatste is nogal belangrijk, want niet iedereen is in staat om op de een of andere manier passend werk te vinden. Het is voor ons een wettelijke taak. We moeten het doen. Vanaf 2018 hebben we daar zelfs een taakstelling bij en daar komt niet heel veel geld uit. Het lijkt klein, maar de mensen waar het hier over gaat, is het onwaarschijnlijk belangrijk dat deze mensen niet worden vermalen in een systeem wat ze niet aankunnen in het UWV of op wat dan ook. Dat we daar als gemeente op een sociale en solidaire manier die mensen begeleiden en ondersteunen. En als ze niet kunnen werken, dat het dan op beschut kan. En als ze dat ook niet kunnen, dat we dan in ieder geval zorgen dat ze wel op een nuttige manier of op een ieder geval manier kunnen participeren in de samenleving. Want los van dat het een wettelijke taak is, vinden wij het vooral heel erg belangrijk dat die mensen door dit soort activiteiten zingeving hebben, voldoening krijgen en betrokken blijven bij onze samenleving. In de kadernota staat aangegeven dat dat het college de kosten voor volgend jaar, die 16 mensen die we moeten begeleiden, 3 ton hebben we het over, ten laste wil brengen van buig- en 3D-budget. Ze noemt het zelf een risico, alleen daar hebben wij een probleem mee. Simpelweg omdat als je daarvan ten laste brengt die 3 ton, dan gaat dat aan de andere kant weer af van het budget wat beschikbaar is voor middelen, voor WMO en jeugd. Nou, het kan niet de bedoeling zijn dat we het ene gat stoppen met het andere gat en dat de noden van de een op die manier dan maar weer ingrijpen in de noden of de behoeften van een ander. En ook wij hebben de mei-circulaire gezien en ook de algemene reserve en de discussie van een aantal weken geleden. Dus wij vragen het college om voor 2018 in ieder geval deze 3 ton, dat gaat om 1 keer incidenteel, gewoon te begroten en niet uit de eerder genoemde middelen. We hebben een motie voorbereid. We hopen eigenlijk dat het niet nodig zal zijn. Voorzitter, ik wilde het hier maar bij laten. Kort, dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeidsfractie. Ik ga naar Opkoers.nu. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. De eerste bestuursrapportage en de kadernota 2018. Voordat de vergadering begon, gaf mij iemand de hand en zei: hou het kort en wees mild. Dus ik doe mijn best en je kunt dat achteraf oordelen hoe dat is gegaan. Wij hebben samen in de fractie de bestuursrapportage doorgenomen, onze vragen gesteld en we hebben antwoord gekregen op onze vragen. Ja, ook nu is de rapportage aangepast en is ook weer anders van opzet. Dat kostte even wat moeite, maar het is gelukt. En we misten daarbij het parkeren in de bestuursrapportage. We misten onder andere onderhoud wegen. We zijn daar op uitnodiging hier in het huis geweest. We zijn goed voorgelegd, goed de cijfers in kunnen zien en goed over kunnen praten wat er speelde en hoe men ermee omging. En daarvoor willen wij onze dank uitbrengen. Dat is één deel. Ik dacht mild. Het andere deel, en dat mag je best weten, het is ons wel opgevallen, dat bijna alle moties in de kadernota verweven zijn. De motie over de hondenbelasting, wat ook raadsbreed is aangenomen, niet. Er was geen ruimte. Is de ruimte dan zo beperkt? Ik ga ervan uit dat die raadsbrede motie toch door het college wordt opgepakt en nog voor de begroting wij een voorstel daartoe hebben. Ik neem ook aan dat andere fracties daar mee eens kunnen zijn. Zo, nu was het kort en bondig en ik hoop op een goede afloop. En mild. Dank voor uw bijdrage van het zijde van Opkoers.nu. We gaan naar de fractie van D66. Het woord is aan de heer Rodewond. Voorzitter, ook al is het aan mij niet gevraagd, ik zal proberen het net zo kort en bondig te houden. En ik zal zeker ook mild zijn richting de collega's en het college. De kadernota die voor ons ligt is een wat ons betreft mooie weergave voor een periode waarin deze coalitie de gemeente Hardenberg heeft bestuurd. Vakkundig, soms lenig, is invulling gegeven aan het motto behoedzaam vooruit. Op het gebied van onroerend goed en financiën staat de gemeente er, zeker in vergelijking met andere grensgemeenten, goed voor. En hiervoor wil ik graag mijn complimenten geven aan ons allemaal. Ook zijn er stappen gezet wat betreft woonlasten voor onze inwoners en vernieuwing van ons bestuur door inwoners meer te laten meepraten over het beleid. Eens met de heer Boersma, en dat is soms lastig, maar iedere vernieuwing is lastig en krijgt wel zijn vorm, lijkt mij. Duurzaamheid is steeds nadrukkelijker op de agenda gekomen, de zorg heeft vorm gekregen en dat alles binnen het kader van behoedzaamheid. Volgend jaar maart zijn verkiezingen voor een nieuwe raad, overigens op mijn verjaardag, ik heb nog wel een cadeauwens. D66 kiest ervoor om nu geen nieuwe plannen in te dienen die niet stroken met het beleid van de afgelopen jaren. We willen juist nu de nieuwe raad ruimte geven, de komende raad dus, om nieuw beleid vorm te geven. En een nieuw coalitieakkoord zal daar richting aan geven. We hebben in de afgelopen tijd vaak gesproken over de wensen van D66, soms abstract, soms iets concreter, zonder de uitvoering door het college in de weg te staan. Die wensen zijn onveranderd en zullen zeker terugkomen in de gesprekken over een nieuw programma voor de komende raadsperiode. En onze aandacht gaat daar nadrukkelijk uit naar nog betere zorg, nog meer duurzaamheid en nog meer innovatie wat betreft de economie en onze stevige positie in de regio. De rol van het gemeentebestuur daarin is wat ons betreft meer dan alleen het verbinden van partijen en het faciliteren van de samenwerking, maar ook een richtingwijzer en stimulator voor de uitvoering. We stemmen dan ook in met de kadernota zoals die nu voor ligt. En we zijn enorm benieuwd naar de uitwerkingen ervan in de begroting 2018. Dank voor uw bijdrage. Tot slot, eerste termijn, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Na deze twee korte toespraken als kleinste in de raad zou je denken, nou dan kan ik nu gelijk ook weer gaan zitten. Maar laat ik toch maar op mijn geheel eigen wijze dit gaan doen. Ook dat. Op allerlei manieren worden ervaringen opgedaan en geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen en rolinvullingen binnen het huidige democratische systeem. Dat moet in een veranderende samenleving. Inwoners worden mondiger en willen meer inspraak in beleid. Bovendien hebben we elkaar nodig om de maatschappelijke opgaven op te pakken en te realiseren. De overheid wil en moet hier op inspelen. Hierbij staat niet het democratisch systeem ter discussie, maar wel de manier waarop partijen daarbinnenin invulling geven aan hun rollen. Het is aan ons gezamenlijk om daar op een eigen tijdse wijze invulling aan te geven. Dat is niet mijn tekst. Dit was de tekst op een uitnodiging voor een gesprekstafel bij onze commissaris van de Koning, mevrouw Ank Bijleveld. Ik had de eer om daarvoor uitgenodigd te worden. Afgelopen donderdag 15 juni. Het was een bijzondere bijeenkomst met 30 mensen uit heel provincie Overijssel. En we hadden de eer om uitgenodigd te worden, want wij waren innovatief. We deden het op onze eigen wijze. We keken net een slagje anders. Dat weet ik zo net nog niet. Maar er waren wel een aantal prangende vragen die naar voren kwamen. Hoe bereiken we de burger? En wat doen we als volksvertegenwoordiger hier? 1 keer in de 4 jaar functioneringsgesprekken. Doet de burger wel genoeg? Hoe zit het nou met die kloof tussen ons en de samenleving? En waar ligt dan onze verantwoordelijkheid? Ik heb u net uw algemene beschouwing horen doen. Ik leer daar elke keer opnieuw weer van. En sinds ik hier sta en daar zit, denk ik wel eens bij mezelf, als je volksvertegenwoordiger bent, moeten we dan niet elke keer weer terug over waarom wij daar zitten? En is participatie dan dat wij meedoen met de samenleving? Of moet de samenleving met ons meedoen? Een stelling van morgen voor de toren. Of is verandering iets wat lastig is? Doorbreken van status quo. Gaan we dan nieuwe methodes zoeken als basisinkomen, terwijl we geen afstand doen van het oude? Kijken we dan naar innovatie als een nieuwigheidje? Of kantelen we werkelijk en halen we dat wat niet werkt weg? Want iets nieuws bedenken is niet moeilijk. Maar hoe sluiten we dat aan bij het systeem wat we nu hebben? Ja, want het kind met het badwater weggooien, dat is niet slim. Geld is niet altijd de oplossing. En misschien is de opmerking, wij zitten hier in een stolp en wij hier en in dit gebouw doen we ontzettend ons best. Maar allerlei middelen, ideeën, net als wat de ChristenUnie aan motie eventueel in wil dienen, om weer nog een stukje geld te geven aan mensen, om dat laatste setje te geven, helemaal niet meer onze taak. Misschien is de samenleving zodanig in beweging dat wij in onze stolp, als je hem negatief maakt, niet meer horen wat daar gebeurt. En wanneer zijn wij dan verworden tot volksvertegenwoordiger en hebben we afstand gedaan van inwoner zijn? Een inclusieve samenleving betekent dat niemand wordt uitgesloten van deelname. Ieder op zijn eigen wijze. En op het moment dat burgerparticipatie een ding wordt, waarin wij moeten kantelen als openbaar bestuur, misschien moeten wij gewoon weer terug naar de oorsprong, namelijk de samenleving waar we uit voortkwamen. Kanteling van openbaar bestuur, een enorme uitdaging. We gaan straks praten met onze burgers, onze inwoners, onze buren, onze vrienden, onze kennissen, onze stadsgenoten. Hoe wij met elkaar onze fysieke leefomgeving gaan inrichten. Voldoen we daarmee onze plicht als volksvertegenwoordiger? Ik ben ontzettend benieuwd hoe wij straks tering naar de nering zetten. En ik was ontzettend blij met meneer Bak, die zei, we gaan verbinden. We gaan samenwerken. En dat ik dacht, jeetje, weer positief. Wij hebben er vertrouwen in dat als we willen, dat we het ook kunnen. En wij zeggen niet, ik wil het, zoals u dat zei. Wij moeten, dat is wat wij zeggen. Dank voor de bijdrage van de zijde van GroenLinks tot besluit. Mijn voorstel zou zijn, maar ik inventariseer dat even, om nu in de volgende termijn te reageren op de ingediende moties en het amendement dat er ligt. Kijken of dat toch beknopt zou kunnen tot de belangrijkste punten. En daarna het college de gelegenheid te geven om te reageren en dan even te schorsen. Kan uw goedkeuring dat wegdragen? En dan tot slot, ja, dan vraag ik wel de medewerking van iedereen om dat ook dan te doen. Het zou wel mooi zijn als we de kadernota gewoon vanavond kunnen afronden en de bestuursrapportage ook. Dat is denk ik ook goed voor het vervolg. Ik kijk even rond. De heer Boersma. Nou, 1 ding, u zegt we mogen reageren op elkaars moties. Ik vind dat wat mager. Ik neem aan dat we elkaar reageren op elkaars toespraken. Ja, ja, gewoon op de bijdrage in de eerste termijn, waarbij de moties dan wel het amendement onderdeel van uitmaken. Ik doe toch maar weer op dezelfde volgorde, dat hebben we eerder ook zo gedaan. En, dus ik zou als eerste gelegenheid willen geven aan de fractie van het CDA. En daarbij mag geïnterrumpeerd worden door alle andere fracties vanzelfsprekend. Meneer Breukman. Dank u wel, voorzitter. Allereerst een vraag aan de fractie van de ChristenUnie. We hebben gezegd van nou meer concreet als het gaat om het mantelzorgcompliment. Kunt u daar eens kort van schetsen wat u daarbij in gedachten heeft? En voor de rest uit de betoog, ja, die 25.000 per gebiedsteam, daarvan horen wij graag van het college van. Is die mogelijkheid er überhaupt? En u zegt ook nog van ja, Bij het Showcase-fonds moeten mensen zichzelf aanmelden. Nou ja, dat geldt volgens mij ook voor een gesprek met het Sociaal Doen-team. Of moeten getipt worden elders. Maar dat vond ik niet zo'n sterk argument. Maar in principe één vraag voor de fractie van de ChristenUnie, voorzitter. Om hier te beginnen. Akkoord. Ik ga naar de heer Van der Grampel voor het antwoord daarop. Ja, dank u voorzitter. Het is vooral bedoeld, meneer Breukelman, om goed inzicht te krijgen in de keuzemogelijkheden die de mantelzorger straks heeft. Daar worden voorstellen straks voor gedaan. En wij als ChristenUnie zijn benieuwd naar die voorstellen, maar juist ook de keuzemogelijkheden die daarin verwoord worden. Akkoord. Akkoord. Nog een opmerking. Er wordt een aantal moties achter de hand gehouden. Er wordt er één ingediend als het gaat over het kopje communicatie in de raadsvoorstellen. Dat leek mij bij uitstek een motie om achter de hand te houden. Maar goed, dat kan misschien in de tweede termijn. Als ik doorga... De heer Boesma. Daar wil ik wel even op reageren. Voor mij heb ik dat goed gezegd. We hebben een aantal kaderstellende zaken. Kaderstellend voor de begroting 2018. Daar willen we op wachten. En dit puntje, dus had ik hier met ingang van heden. Dit zouden we, dat is eigenlijk een beetje los van de kadernota. We willen dit graag gerealiseerd hebben om in de volgende raadsvoorstellen gewoon dat punt beter uit te werken. Nou, lijkt me niet zo'n punt, maar vandaar dat we deze wel hebben. Ja, dat begrijp ik. Alleen als er op zo'n punt een toezegging gedaan wordt, dan leek mij dat zwaar genoeg een politiek middel. Maar goed, daar mag u over van mening verschillen. Dan zeg ik u nu vast dat ik, als de toezegging hard is, dat ik hem ook weer intrek. Kijk aan. Ter zake in de eerste termijn. Dan de VVD, een verhaal over de netto schuldquote. Daarover geen vraag, wel een opmerking. Wij zijn op zich wel akkoord als je zegt van nou, we hanteren gewoon de BBV-regels zoals ze vrijwel overal gehanteerd worden. U heeft daar moeite mee, maar het is wel zo dat ook in de oude systematiek, noem ik het dan maar even, die u voorstaat, wij onder die 130% blijven. En daarmee zie ik nu verder geen problemen. Als ik naar de Partij van de Arbeid ga, ja, dan steekt mij toch één dingetje. U zegt van nou, dat er geld overblijft. Hè, u heeft andere bewoordingen gekozen, chapeau. Maar ik vraag u daar toch twee zaken over. Ik kan mij niet voorstellen dat het niet zo is, maar u bent er toch van bewust, zeg ik via de voorzitter, dat wij in het huis hebben afgesproken dat we meteen starten met wat wij zagen als de eindoplossing in het sociaal domein. Er zijn gemeenten die hebben dat stapsgewijs gedaan, samen met de financiën. We hebben gezegd, we willen meteen dat pakket op tafel hebben. En dat betekent dus ook dat in die eerste 2 jaren daar middelen op overblijven. En dat hoeft dus helemaal niet te betekenen dat dat volgend jaar weer zo ruim is. Dan een tweede, komt u met een voorstel om toch die 3 ton zeg maar, extra te begroten. En juist daar zit nou voor mij de pijn, voorzitter. Want ik probeer u telkens in iedere vergadering uit te leggen dat wij voor die zorg staan. En op het moment dat de middelen tekort komen, zal het niet zo zijn dat er geen zorg geleverd wordt. En juist vanuit dat uitgangspunt zou ik u willen vragen, waarom wilt u telkens zaken toevoegen, apart vastleggen? Het geeft mij haast de indruk dat u niet vertrouwt op het systeem wat we hier met elkaar hebben afgesproken, dat wanneer er zorg geleverd moet worden, er zorg geleverd moet worden. En het kan dus nooit zo zijn dat wanneer de financiën niet toereikend zijn, er geen zorg geleverd wordt. Zou u daar eens op willen antwoorden? Mevrouw Luijten. Voorzitter, daar wil ik graag op antwoorden. Want wat er nu gebeurt, even om voor alle duidelijkheid, ik geloof absoluut, dat heb ik net ook, dacht ik, in ieder geval bedoeld te zeggen, dat u de zorg misschien net zo belangrijk vindt als wij. Misschien nog wel belangrijk, ik weet het niet, maar in ieder geval ook heel belangrijk. Maar dat u zegt, goh, vertrouw er nou toch op dat het allemaal wel goed komt, dat gaat mij nou net een beetje te snel. En dat vind ik net iets te makkelijk. En we leven nu in een tijd waarin er net iets meer ruimte is. Ik kijk naar de meicirkelen, ik kijk naar hoe we vorig jaar hebben afgesloten. We weten ook dat juist op dat terrein van dat sociaal domein er wel degelijk tekorten aan zitten te komen. Ik bedoel, dat is helemaal geen geheim. Dat staat in alle stukken en we hebben die prognoses allemaal gezien. En ik vind het dan toch pijnlijk als ik dan zie dat voor zo'n kwetsbare groep als mensen die behoefte hebben aan beschut werk, en het kost 3 ton per jaar, nogmaals, we hadden geloof ik vorig jaar 2,5 miljoen over op dat domein, dat we dat geld dan in eerste instantie zeggen, nou weet je, dat begroten we dan wel even uit geld voor de jeugd en voor de WMO. dat zijn ook mensen met behoeften. En dan denk ik, nee, dat vind ik niet netjes. Terwijl er in de stukken in de Kamernota zelf ook staat, dat is een risico om dat zo aan te pakken. Dan denk ik, nou, als het nu kan, en het is iets wat we zo belangrijk vinden met z'n allen, laten we dat dan nu aan de voorkant goed regelen. Want dat is tenslotte over een half jaar, al 2018. En dan moeten we 16 van die mensen een jaar lang begeleiden en ondersteunen. Kort. Ja, voorzitter, als ik daar nog één ding op aan mag vullen. U kunt natuurlijk zeggen, het lijkt bijna alsof u mij niet op mijn blauwe ogen gelooft. Nou, misschien dat ik u nog wel vertrouw, meneer Breukelman, en de mensen met wie we hier nu zitten. Maar ik weet niet met wie we hier over een jaar met deze tijd zitten. En ik wil het in ieder geval voor de mensen die er zoveel behoefte aan hebben, wel graag goed geregeld hebben. Ja, voorzitter, als reactie erop kunt u ervan uitgaan dat de afspraak met het CDA staande blijft. Aangezien onze omvang zal het ook na de verkiezingen wel zo zijn. Maar ik hoor u zeggen, voorzitter... Voorzitter, dat is een pak van mijn hart. Voorzitter, ik hoor mevrouw Luiten ook zeggen dat zij grote tegenvallers heeft gezien op sociaal terrein. Nou, dat zou u dan hard moeten maken, want die zie ik zo 1, 2, 3 niet. Maar goed, we begrijpen elkaars standpunt. We hebben die discussie hier veelvuldig gevoerd. U zegt nog wel over dat basisinkomen dat het CDA daarin een draai zou hebben gemaakt. Ook daarvan vraag ik u om toch met enige bewijs te komen. Want immers ook in de oriënterende ronde en ook in november hebben we al aangegeven dat wij een voorstander zouden zijn om dat eens goed te onderzoeken. Dus dat is geen enkele draai die u aan het CDA kunt verwijten. Maar daarvan akte. Voorzitter, rest mij nog één opmerking in deze tweede termijn vanuit mijn kant. Richting de heer Rodemond, wanneer hij spreekt over een cadeau. Mevrouw Luit heeft toch behoefte om nu al te reageren. Nou ja, ik kan ook inderdaad wel wachten op. Ja, maar u reageert u nu maar, want kunnen we daarna naar D66. Ik wilde even meneer Breukelman bedanken voor deze vragen, maar vooral omdat wij in ieder geval met een stuk geruster gevoel de verkiezingen ingaan met in de wetenschap dat het CDA straks het hoeder van, misschien wel met een beetje pech, de hoeder van het PvdA gedachtegoed in deze raad lijkt te worden. Op het gebied van basisinkomen en zorg. Dus alvast bedankt. Genoteerd. Die staat genoteerd. Het kan verkeren, voorzitter. Ja. Het kan verkeren. Ja. Een laatste opmerking richting de heer Rodemond, die vraagt om een cadeau voor op zijn verjaardag in maart 2018... Wij kunnen ons zo voorstellen dat er cadeau zou bestaan uit wat vaker 's avonds thuis. Dank u wel. Akkoord, dank u wel voor de... Voorzitter, ik wou graag... De heer Rollemond heeft ook de behoefte om te reageren. Ja, uiteraard. Ik wou graag de heer Breukelman danken voor zijn medeleven wat betreft mijn thuissituatie. En we zullen zien of dat cadeau daadwerkelijk uitgepakt gaat worden op 21 maart. Tot dan. Nou, die datum staat in ieder geval genoteerd en we gaan dan zien wat er gaat gebeuren. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie, de heer Boersma. Ik heb zelf twee vragen. Eén opmerking aan de PvdA en één aan D66. Vervolgens heb ik toegezegd in mijn verhaal dat zaak Christian, of de heer Stelpstra moet ik geloof ik zeggen, de heer Stelpstra even over de OZB wat gaat zeggen. En de heer Van der Gamper wil iets zeggen over de motie van PvdA. Ik begin even zelf als mag. Ik heb met aandacht geluisterd naar mevrouw Luiten. En... Toen bekroop mij het idee dat zij, maar misschien zei ze het niet, dat ze de enige partij is die wat sociaal is. Ze zei op een gegeven moment, jullie praten altijd over mensen, maar nu praat u alleen maar over geld. Wat ik wil zeggen, jullie worden sociaal-democraten genoemd. Er zit het woord sociaal in. En wij worden christelijk sociaal genoemd en er zit ook het woord sociaal in. En als u dat hebt gesuggereerd, dan krijgt u van mij vanavond via de mail even mijn toespraak. Want volgens mij was die doorspekt door het christelijk sociale element. Akkoord. Mevrouw Luiten. Als ik daar meteen op mag reageren, doe ik dat heel graag. Ik denk dat dat een misverstand is, want ik heb juist gezegd, dacht ik heel duidelijk, dat het zo fijn is dat in deze raad vrijwel alle partijen een sociaal hart hebben. En dat we het hele jaar door elkaar heel erg goed kunnen vinden over die sociale onderwerpen. Ik heb alleen, en dat, want dat verbaast mij oprecht, gezegd dat als het over de jaarrekening of over de bierrap gaat, dat het... dan vooral over de financiële techniek gaat, dat bedoelde ik ermee te zeggen, en wat minder over de sociale inhoud. Maar ik heb u dus niet verweten, of ik heb ook niet willen suggereren dat wij hier de enige partij met een sociaal hart zijn. Dat heeft u ook net kunnen zien in de inbreng van het CDA. Ja, goed, maar nog één keer, mijn toespraak ging nauwelijks over geld, het ging juist over die dingen. Maar dat, ik heb wel een vraag aan D66 en... Het lijkt wel een repeterende breuk, die vraag die ik nu stel. Ik sluit me aan bij de heer Bak, die dat 14 jaar geleden heeft. Ik was enigszins gespannen vandaag. Nu gaat het vandaag, gaat het gebeuren. Nu krijgen we vandaag, na 3 jaar dat vragen, een aantal concrete voorstellen van D66. Die ze aan ons als raad voorleggen, die ze misschien wel in moties voorleggen, die ze met ons willen delen, van het gedachtegoed van D66. Ik heb heel strak geluisterd, ik heb ze niet gehoord. Er is behoefte om te reageren of niet? Nee, dat is niet het geval. Dan kijk ik naar de fractie van de ChristenUnie en ga ik naar de heer Stelpstra, want de financiën zijn al aangekondigd, maar wellicht dat ze nu aan de orde komen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is mooi om te zien dat het weer bij het CDA zeer zonnig is geworden. En ik merk ook enige flexibiliteit ten aanzien van de OZB. Bij de begroting heeft de ChristenUnie aangegeven dat indien er een overschot is, dat wij graag een gedeelte daarvan zouden willen besteden, incidenteel, aan structurele lastenverlichting of aan een teruggave aan de burger. Het idee wat het CDA nu voor een gedeelte oppert, ligt in die lijn. Wij als ChristenUnie zien dat we nu... dat er tijden aanbreken waarin de resultaten beter worden. En wij vinden niet dat de gemeente als doel heeft om een bepaald resultaat te halen, dan wel zijn eigen reserves te spekken. En wij vinden dat als wij voldoende reserves hebben en een mooi resultaat halen, dat wij dan ook geld kunnen teruggeven aan diegenen die het geld aan ons opbrengen. En wij zouden daarom willen voorstellen om ten aanzien van de OZB, ten aanzien van het bepaalde resultaat, een reservering te doen en die terug te gaan geven aan onze burger. En dan wel een nominale teruggave. En dat zijnde een soort van korting op de OZB. Daarmee denken wij voldoen aan het teruggeven van te veel middelen die wij hebben gekregen in onze begroting. Voorzitter, ik denk dat het CDA, of tenminste ik hoop dat het CDA hiermee in kan meegaan. En wij hopen ook dat de rest van de raad zich kan vinden in het idee. Wij denken dat we, met name omdat we het nominaal doen, dat er ook nog een nivellerend effect in zit. Dus je zet een vast bedrag, je geeft niet een percentage. En het komt ook ten goede aan zowel de woningeigenaren als de woninggebruikers. Tot zover. Akkoord. Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Ja, de heer Breukelman. Fijn dat u ook met ons heeft meegedacht. Kunt u ook aangeven in wat voor bedragen u denkt? Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb toen bij de begroting gezegd, ik zou eens graag met z'n allen, met elkaar willen nadenken over hoe we een bepaalde resultaatverdeling doen. Wij zeggen nu, een resultaat valt per definitie terug in de algemene reserve. En dan pas gaan wij uit de algemene reserve. Ik zou eens met elkaar willen nadenken. Een bepaald resultaat valt voor een gedeelte terug naar de burger. Kan wellicht voor een gedeelte gebruikt worden om te investeren in onze zorgtaken. Zou wellicht voor een gedeelte gespaard kunnen worden. Nou, zo zijn er een aantal parameters waarover ik graag met elkaar in gesprek zou gaan. Dus een concreet bedrag, meneer Breukelman, heb ik nog niet. Maar goed, wij hebben wel gezamenlijk een motie ingediend van 6 ton. Dus dat is op zich een mooi richtingsbedrag. Akkoord, dank voor de toelichting. De heer Breukelman nog. Als korte toelichting bij de concrete gedachten die daarvoor bij het CDA leven, zitten wij te denken aan zeg maar 1 miljoen voor 2 jaar. Zeg maar 2 keer 5 ton, dan zou je ook voor volgend jaar wat ruimte hebben. Ja. Nou goed, dat is ook zo hoe wij in de fractie er met elkaar over hebben gesproken. Stel je zou zo'n methodiek gaan hanteren, moet je wel gaan uitkijken dat je niet heel erg gaat fluctueren in het kortingsbedrag. Dus het zou best kunnen zijn dat je bij een bepaald resultaat een fors bedrag hiervoor kan reserveren. Maar die teruggave op nominale basis over meerdere jaren gaat spreiden, zodat je niet een hele sterke fluctuatie hebt. Nou, dat is eigenlijk een beetje de methodiek die wij kennen bij de afvalstoffenreserve en de rioolreserve. Ja, voorzitter, goed om dat ook te horen en ook graag daarop nog het antwoord van het college daarop. Om altijd niet te kijken van, moeten we iets met moties, niet met moties, tot zover. Akkoord. Ik beschouw dit als een denkrichting die vanuit de zijde van de ChristenUnie komt en we zullen ook kijken hoe het college daarop reageert. De heer Van der Gram. Ja, dank u voorzitter. In de kadernota geeft het college aan op dit punt te rekenen op een structureel bedrag van 3 ton... en deze vooralsnog te willen dekken uit het totale budget van 3D en Buig. Ik hoor de Partij van de Arbeid aangeven dat men dat bedrag er graag buiten wil houden. Maar juist dit budget, 3D en Buig, is daarvoor bedoeld. Het integratiebudget bestaat uit 3 onderdelen, jeugd, WMO en participatie. We praten hier over participatie en daar gaat het dus juist specifiek over in dit geval. Dus ik zie geen reden op dit moment om daar een bedrag van 3 ton juist uit te gaan halen. Mevrouw Luit. Op zich heeft u gelijk dat het daar natuurlijk onder valt, maar we weten ook dat vorig jaar een tekort was op de WSW van tussen de 1 en 1,5 miljoen. Dus wat dat betreft is er heel veel druk op dat budget en dat is ook ons probleem ermee. Op het moment dat je het dan maar weer bij jeugd weg gaat halen, dan ga je binnen dat domein toch een beetje schuiven en dan gaat het toch ten koste van anderen. Vandaar dat we zeggen, er is op dit moment ruimte om dat gewoon toe te voegen. Nou, volgens mij is er ook sprake, voorzitter, van een onschot budget. We hebben een totaalbudget waar natuurlijk wel een aantal posten in zijn opgenomen. Maar het is juist ook de kracht ervan om te kijken van, hé, hoe gaat het met het totale budget? Sprake van ontschotting. En ik zou ook wat het college aangeeft, de rapportage begin 2018 eerst af willen wachten. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder op dit punt. Maar vooralsnog zie ik geen reden, mevrouw Luit, om hierin met u mee te gaan. Akkoord, dank. Dat was, er waren de vragen, opmerkingen van de zijde van de ChristenUnie. Gaan naar de VVD-fractie. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, toch nog een kleine poging om wat medestanders voor ons amendement te krijgen. Want wat ons intrigeert is eigenlijk het volgende. In oorsprong was hetgeen het college indiende, het voorstel, de kadernota, was tamelijk negatief. De meerjarenbegroting was 2,6 miljoen negatief met de matig ambitieuze plannen die er waren. En u bent feitelijk afgelopen vrijdag gewoon gered door de meisjescleren. Dat gevoel bij ons zit er wel sterk in. Dat is een vraag aan de collegepartijen. Dat u ook zonder die meisjescleren wel meegedaan had met het verlagen, met het veranderen van de definitie van de schuldcode. En de vraag is eigenlijk wat nou het motief is om de oorspronkelijke afspraak eigenlijk niet gestand te houden. En meneer Beukelman zegt, ik ben er niet bang voor, want we zaten op 127. Nou, dat is wel heel krap. En de angst ontstaat toch wat, of de gevoelswaard dat u het juist doet om extra waarde te creëren, omdat u weer vrolijk bij wilt gaan rennen. Dus heel concrete vraag, waarom stapt u af van de afspraken die u zelf gemaakt heeft tijdens de collegeafspraken? Ze staan er gewoon in. En het tweede is dat ik toch nog even laat bezinken de gedachte over de OZB. Want de bedragen vliegen nou heen en weer, 1 miljoen hier en 1 miljoen daar. Terwijl wij ooit een werkgroepje hadden die als doel had om eens te kijken naar de totale lastenportefeuille, zou ik het bijna willen noemen, voor de inwoners. Want OZB is natuurlijk nu hoofdzakelijk een woon-eigenarenkwestie. Nou, op zich prima, maar daar komen de afvalstof en dat soort dingen bij. En het lijkt ons wel zinvol om toch eens weer te kijken, hoe kun je nou voor alle mensen in Hardenberg zorgen voor een lastenverlichting, zodat iedereen zijn deel krijgt, mee profiteert van, in ieder geval, het tegoeden uit de meisjescirculaire. Dus dat zou ons verzoek zijn, niet ad hoc dingen teruggeven of nu, nou, doe maar 1 miljoen of doe maar 5 ton. Hetzelfde geldt eigenlijk in het bedragencircus wat hiervoor ligt met alle moties, dat we eigenlijk missen de onderbouwing van de bedragen. Er wordt dan vanuit in haar enthousiasme zeggen weer, nou laat ik 30 mensen zijn, dat kost ik 3 ton. Ja, maar dat kunnen er 50 zijn of 10. Ik vind dat een hele grote gooi, grote gebaren en meer op onderbuikgevoel en sympathie gebaseerd dan op daadwerkelijk gegrondvest beleid. Maar dat vind ik eigenlijk alles. Hè. Dat vind ik ook ten zake het, ik ben hem even kwijt met het biljartfonds van meneer Boersma. Hè, aan mijn linkerzijde, hoe sympathiek ook overigens, voorzitter. Wij zijn grote voorstanders van een biljartje. Maar ook voorzitter, dat, dat vind ik heel weinig. Mevrouw Luijf heeft nog behoefte om te reageren op een uitspraak in uw richting. Ik kan natuurlijk niet, voorzitter, voorbij laten gaan de suggestie dat wij dat gewoon zomaar uit de lucht plukken. Dit is gewoon een begroot bedrag. We hebben vanaf 1 januari een taakstelling, een wettelijke kaart, taak voor 18 mensen. En dit is het bedrag wat dat kost, deze 18 mensen. Dat volgend jaar. Akkoord. Nou, dan begrijp ik niet hoe die 10.000 dan tot 3 ton leidt. Met 18, maar goed, dat zal mijn rekenexercitie... Meneer Gelling, dat was een andere motie. Het zijn 2 verschillende moties. Ja, maar die motie doelde ik op. De motie van 3 ton. Daar zat ik nog bij. Maar daar ging niet over 10.000 euro. Dat was die andere motie. Even de kaderstelling kwijt van uw motie. Maar daar zet ik mijn bril voor op en dan kan ik hem beter zien. De heer Gelling. Maar ik vind dus globaal vinden wij dat de onderbouwing van de bedragen wat mager is. Dat zou, u zou kunnen volstaan met de opdracht aan het college wat ons betreft zeggen. Nou, dit vinden wij en kijkt u er nou eens naar. Hoe zich dat verhoudt binnen de cijfers zoals die nu liggen, zonder dat daarbij allerlei bedragen worden genoemd. Dat is eigenlijk de grote lijn van alle moties die hier liggen. Hoe komen we bij die bedragen, wat doen we ermee en hoe zijn ze in te passen? En het zou ons plezieren om de gedachten wellicht mee te geven aan het college. Dus te vragen wat het college daar zelf van vindt, maar niet zozeer de bedragen alvast allokeren. Voorzitter, primair gaat onze aandacht toch eigenlijk naar de motivatie van de collegepartijen waarom de oorspronkelijke afspraak niet gestand wordt gehouden en of dit voor hun de behoefte voedt om weer meer geld te gaan lenen. Dus of de schuld, de totale schuld gaat toenemen door het herdefiniëren van de schuldcode. De netto schuldcode en de definitie. De heer Stelpstra vanuit de ChristenUnie heeft behoefte om te reageren. De CDA ook, zie ik een beweging maken. Ja, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Kijk, wat ons betreft bestaan de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord, die blijven gewoon bestaan. Lijkt me in die zin dan ook handig dat we bij de begroting die definitie nog even erin zetten. Ik denk dat dat geen probleem is voor het college. Wij hebben al eerder aangegeven, maar goed, het wordt een beetje een herhaling deze discussie, dat wij koersen op de 100% als een soort van gewenste norm. Maar idealiter gaan we naar het Nederlands gemiddelde. Akkoord. CDA-fractie behoefte nog om te reageren? Nee, wij sluiten graag aan bij het landelijke norm die hiervoor is. Wetende dat we in het coalitieprogramma iets anders afgesproken hebben. En daar komen we nu niet bovenuit. En daarmee is voor mij de discussie af. Maar voor een verdieping, want hoort u dan nu zeggen dat u het feitelijk wel eens bent met de beperking van de schuldpositie. Alleen u wilt zich niet vastleggen op die 100% nu. Maar eigenlijk zegt u van we gaan door met een lijn. Dus het bedrag van de schuld gaat wat u betreft in ieder geval niet stijgen. Voorzitter, wij sluiten graag aan bij de landelijke norm. Alleen we beseffen ons ook dat we nu niet boven 130 uitkomen uit uw systematiek. En dat is niet het geval. Voldoende helder, lijkt mij, voor dit moment. Dat is het standpunt zoals het is. En daar zult u het mee moeten doen, zoals sommige mensen... Ja, voorzitter, maar dan wil ik graag u vragen, als u zo helder is, wat meneer Beukelman net zei dan. Want het is mij volstrekt niet duidelijk. Nou ja, dan val ik in herhaling. Landelijke richtlijn volgen en... We kunnen altijd de band nog naluisteren thuis, dat geldt. Ja. Nee, maar goed. Het lijkt mij voldoende helder voor dit moment. En als u het anders wilt, dan zou u... Nou, u heeft een amendement liggen. En dan gaan we straks kijken hoe daarmee omgegaan wordt. Maar u kunt ook tellen. Heb ik al eerder gemerkt. Anderen nog. Heeft u nog andere vragen? Kijk, eerst even ik ben nog benieuwd naar de reactie van mevrouw Luiten, die ook tot het, we zouden bijna vergeten, maar toch ook nog een serieuze coalitiepartij is in deze. En overigens zich onlangs hele grote zorgen gemaakt over waar haar 2,5 miljoen bleef. Nou, dat weet u nu in ieder geval waar die blijft, mevrouw Luiten. Voorzitter, ik kan me nauwelijks voorstellen na deze introductie dat meneer Gelling daadwerkelijk benieuwd is wat wij ervan vinden, maar ik wil het hem desondanks toch vertellen. Namelijk dat op het moment dat wij in grote lijnen voldoen aan de algemeen geldende regels, wij net als het CDA tevreden zijn. Dit is geen bedrijf, wij zijn er ook helemaal geen voorstander van om dit te runnen alsof het een bedrijf is. Dat is nou eenmaal niet zo. En als er heel veel mensen naar hebben gekeken, we voldoen aan de regels die als het goed is, en daar ga ik vanuit, door deskundigen zijn opgesteld, dan vind ik het verder prima zo. Akkoord. Ik geef u even de tijd om bij te komen. Maar dan gaan we door, was mijn voorstel, naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over ingediende moties of anderszins. Nou, nu het hier toch de hele avond eigenlijk één groot schuivend paneel is, ben ik toch benieuwd naar CDA en ChristenUnie waarom dat nou toch per se zo beslist via de OZB moet. Want ik sluit me wel aan bij meneer Gelling op het moment dat wij hier te veel belastinggeld hebben gekregen voor de taken die we hebben. En er is over en dat moet terug. Natuurlijk zijn wij daar dan voor. Wat dat betreft vind ik het voorstel van meneer Stelpstra zeer sympathiek, voorzitter. Want het is de eerste keer dat ik hier hoor dat we dat nominaal dan gaan doen. Maar waarom dat toch per se via die OZB moet, ik begrijp het niet. Het voorstel van het college was wat dat betreft naar ons idee eerlijker. Akkoord, de vraag voor beide fracties. De heer Breukwal. Ja, voorzitter. Kijk, wij staan ook op het standpunt dat we de OZB het meest verhoogd hebben. Daarom hebben wij daar ook aandacht voor. Maar in het voorstel waarin we overgaan tot een nominale woonlastenverlaging, is het wel breder dan de OZB. Helder, akkoord. De heer Stelpstra namens ChristenUnie. Ja goed, voorzitter. Wij vinden dat we moeten kijken naar alle lasten die wij aan onze burgers bieden. En als wij dus wat kunnen teruggeven, zou het mooi zijn als we dat ook kunnen verdelen over al deze lasten. Dus in die zin vinden wij ook de OZB, daar hebben we de afgelopen jaren middels de bezuinigingen op verhoogd. Zouden wij met een positief resultaat daar een mooie incidentele korting op kunnen geven, dan lijkt ons dat een goed idee. Prima. Zijn er nog andere vragen, opmerkingen? Nee, niet het geval. Ik ga naar de fractie van Opkoers.nu. Voorzitter, wij hebben geen vragen meer op dit moment. We hebben allerlei dingen wat we dachten nog te moeten vragen al gehoord, dus ons duidelijk. Prima, de fractie van D66. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ook aan onze kant geen vragen, wel een uiting van vreugde richting de overkant, CDA en ChristenUnie. Die in hun bijdrage hebben gesteld achtereenvolgens dat er gezocht wordt naar ruimte voor nieuwe investeringen. En ruimte in het kader ook van beleidskeuzes voor de kadernota bijvoorbeeld. Wat ook door de ChristenUnie werd onderstreept. Daar zijn we heel erg blij om. En wat betreft de inbreng van de ChristenUnie zijn we ook heel erg blij op de informatieveiligheid en de aandacht daarvoor. Dat zit ook in ieder geval landelijk bij ons in het pakket wat dat betreft. En daarmee ook een tipje van de sluier voor de heer Boersma wat betreft onze standpunten over sommige zaken. Daar wilde ik het graag bij laten. Akkoord, dank u wel. De fractie van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Als GroenLinks voelen wij ons net zo sociaal betrokken als alle andere linkerpartijen. Maar wat ik een beetje jammer vind, want ik heb de discussies afgelopen weken gehoord, ik begrijp de zorg van Partij van de Arbeid. En wat ik zo betreur is de argwaan. Waar is dan het vertrouwen dat wij hier erbij zijn? Dat wij hier het vangnet zijn. En dat we hier zeggen, al 3,5 jaar, niemand tussen wal en schip. Ik mis dat vertrouwen van de Partij van de Arbeid. Misschien is dat ook iets genetisch, maar dat denk ik niet. Ik denk dat uw zorg terecht is, maar ik heb wel vraagtekens bij de wijze waarop u dat verwoordt. Daar voel ik me als links georiënteerde partij enigszins afstand tot. Dat is één. Wat meneer Gelling wil, misschien even iets luchtig. Nou, misschien kunt u ook een wenslijstje maken over uw amendering. Neem het mee naar de collegeonderhandeling. Ik snap wat u zegt. Een goed huishoudboekje voeren. Maar soms is er een moment om het te doen en soms niet. Akkoord. Dank voor uw reacties op anderen. Ik kijk even rond. We zouden nu het college aan het woord laten. Maar wellicht heeft het college behoefte om even te schorsen, maar ik kan me ook voorstellen aan uw kant dat we zeggen van even vertreden. Zullen wij 10 minuten schorsen, even frisse lucht halen en dan het college het woord geven op een reactie. Akkoord, akkoord, 10 minuten vergadering, geschorst. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 20 juni 2017. Aan de orde zijn de bespreekstukken eerste bestuursrapportage kadernota 2018. De raad heeft de eerste termijn achter de rug. Er zijn 3 moties ingediend en 1 amendement. En er zijn nog een aantal moties achter de hand gehouden. Afhankelijk van de reactie van het college. En ik zou nu ook graag het college willen uitnodigen om met dezelfde bondigheid als de raad de beantwoording ter hand te nemen. En die toezegging is gedaan. Te beginnen bij de portefeuillehouder Financiën voor dat deel van zijn beantwoording. Als het woord is aan de wet. Bondig doe als de grootste fracties heb ik uitvoerig de tijd. Dank u wel. Ik zal proberen inderdaad even kort langs een aantal financiële lijnen te gaan. Ik ben blij dat het verhaal van apart BERAP, apart kadernota goed geland is en dat die goed leesbaar is. Dat blijkt ook wel uit de inhoudelijke discussie ook nu weer. En dus kan ik denk ik over de financiële punten redelijk snel. Wij gaan behoedzaam vooruit. Volgens het CDA zijn wij iets behoedzamer dan de Raad. Maar de Raad heeft dan ook de portemonnee. En dan ben ik ook bij het verhaal van en CDA en ChristenUnie dat de kadernota redelijk dichtgetimmerd is. Wat hebben we gedaan? We hebben gezegd, kijk, we laten nu precies de ruimte zien. Dit is de ruimte. Volgens ons zou je er dit voor moeten doen. Want wij denken dat dit nodig is. En wij hadden nog veel meer willen doen. Die hebben op de reservelijst gezet. Aan u om te zeggen, wij zijn het daarmee eens of niet mee eens. U mag er uitstrepen, dan hebt u geld gevonden. En u mag er iets anders instoppen, dan hebt u het weer opgevuld. Ik zie niet in waarom wij bij u zouden moeten komen met iets van... nou, we hebben hem ingevuld, er zit nog 2 ton leeg en laten we er eens een feestje van maken. U hebt altijd de portemonnee, u kunt altijd strepen... u kunt ons altijd bevragen op het geld dat we gedaan hebben. En volgens mij moeten we ook zo met elkaar omgaan. De heer Boersma. Dank u wel. Het is exact wat u zegt. U heeft echt een hele goede kadernota gemaakt. Dat heb ik al gezegd. Complimenten daarvoor, nogmaals. Maar hij is wel... Ik heb hem even dichtgetimmerd. Het pakt me niet op dat woord. Maar u hebt hem al helemaal ingevuld. En dan zeg je van, als je er wat in wil stoppen... moet je er ook weer wat uithalen. En dat is altijd ons probleem. Want wij hebben veel minder inzicht in de fondsen die er zijn. En wij hebben concreet gezegd, en volgens mij het CDA ook, maar dat moeten we zelf wel zeggen... geef ons nou een kadernota waar ook wat ruimte is voor de Raad. Dat is onze wens. U zegt, dat moeten we niet doen, maar dat is de vraag die wij gesteld hebben. Nee, ik snap het, maar ik denk van, ja, u zou ook moeten durven strepen en aanvullen. Maar goed, en misschien zijn we wel bang dat u de verkeerde dingen erin zegt. Misschien zou dat wel zijn. Nee, misschien nog één ding, ik mag mijn vinger niet opsteken. Nog één ding, dan zouden we, voordat de kadernota komt, dat wij kaders mogen meegeven. Ja, dan wordt het kader stellen, want het is duidelijk. We hebben al een heel aantal kaders van u meegekregen. OZB was daar één van. CDA heeft gezegd van nou, misschien kon je met de kadernota er nog niet zo gek veel aan doen... omdat je structureel te weinig geld had. Maar naar de mei-circulaire kun je dat niet meer zeggen. Want er ligt toch iets van 7,5 ton. En die zegt, wij willen naar... lastenverlichting gekeken en we naar OZB gekeken. Vervolgens is er een discussie geweest, ook met CDA en met de Raad van... nou, dat zou misschien wel nominaal kunnen doen. Ik vind het allemaal heel interessante gedachten. En ik snap dat wij de opdracht meekrijgen naar de begroting... om daar even zorgvuldig naar te kijken. En we zullen ook even zorgvuldig naar het nominale kijken. Met even deze lastige. Als je het nominaal doet, dan... als je het via de OZB doet, dan sluit je de huurders van woningen uit. Want die krijgen gewoon niks. Want die betalen ook geen OZB. Dus en als je het nominaal doet, dan zou je iets met woningen moeten gaan doen. En hoe je dat nou precies doet, dat is techniek, dat zoeken we wel even uit. Wij komen met een voorstel en ook daarvoor geldt weer. Als u zegt, dat is mooi, dan applaudisseert u. En als u het niet mooi vindt, dan amendeert u. Maar dat we daarnaar moeten kijken, snappen we. En dat daarmee ook het verhaal van de hondenbelasting in de een of andere vorm ook weer ergens op tafel ligt, snappen we ook. Zo luidt. Voorzitter, begrijp ik nou goed van de portefeuillehouder dat hij op zoek gaat naar een methode om alle inwoners van Hardenberg nominaal iets terug te geven, in plaats van alleen woningeigenaren? Ik zie niet direct in dat wij beleggers en woningstichtingen direct geld zouden moeten teruggeven. Dus ik zit echt naar de bewoners te kijken, maar ondertussen check ik hem. En volgens mij was dat een beetje de inhoud van uw discussie en aan ons de opdracht om te proberen het vorm te geven. Ik begrijp dat u hiermee... Ja, aan ons de opdracht om te proberen het vorm te geven. Maar dat is een interessante discussie die u hebt gevoerd. Dan ga ik naar Fonds Maatschappelijk Initiatieven. Ja, ook dat is plus 50.000. Als je naar een ton gaat, collega De Vent zal daar inhoudelijk verder op ingaan. Ik zeg alleen even, dat is structureel 50.000. Als u dan zegt, Samendoen team, eventueel op een of andere manier, collega De Vent gaat er weer in, 4 keer 25, is dat structureel een ton. En als u zegt, platteland moet naar 150, vindt het college een sympathieke, omdat we dan weer op het niveau zitten waar we zaten. Want we boeren achteruit, terwijl we beleid wilden intensiveren. We zitten ook in het cluster agrofood. Ja, dat hadden wij gedaan, omdat we ook structureel geen geld genoeg hadden. Dus in die zin een sympathieke, maar het is wel plus 50.000. Dan ga ik naar meneer Gelling even. Ik pak straks het totaal van het wensenlijstje even. Meneer Gelling die gaat naar schuldquote 2.0. Dat is niet de schuldquote die wij hebben afgesproken. Wij hebben altijd gewoon de schuldquote zoals we hem hadden afgesproken op voorstel van de VVD netjes neergezet. Afgelopen keer zei u nou, het wordt tijd dat we wel, omdat de landelijke ontwikkeling was een nieuwe schuldquote, dat we die bocht gaan nemen, want we moeten wel een beetje vergelijkbaar blijven. Toen we zegt, als u dat wilt, dan gaan we de nieuwe doen. We hebben ze nu alle twee nog, geloof ik, genoemd. En het is ook helemaal niet erg om de komende begroting ook nog even alle twee te noemen. Maar het is eigenlijk heel simpel. De oude en de nieuwe, er zit ongeveer 6 punten verschil tussen. Als de ene 130 is, is de andere ongeveer 124. Nou, dan heb je hem gelijk. En dan heb ik ook gelijk de 2.0, want meneer Gelling gaat naar 100. En die zegt, dat mag je niet boven komen. En dat betekent, ik vind het wel een mooie, dat de VVD zegt, Hardenberg wordt de eerste jaren gewoon een beheergemeente. En we gaan niet meer investeren, want dat duurt nog wel even voor we op 100 zijn. En denk van, en dat wel in een situatie waar we bij de jaarrekening 12 miljoen van onze lasten naar beneden hebben gedaan. Waarin je de schuldquote netjes ziet dalen. Waarin we de reserve zien groeien. En zeggen, nou, daar zit zelfs weer een beetje ruimte in. Ja, dat mag gewoon best. Ik bedoel, ik waardeer het zeer. Maar dat betekent gewoon dat u zegt, de komende jaren wordt het Hardenberg niet geïnvesteerd. Want wij moeten, als de wieden weer gaan, onder de honden komen. Je mag wel een jaartje er een beetje boven. En dan denk ik van, nou, dan hebben we nog wat te doen. Dan zitten we er ongelooflijk scherp in. Dus ik ontraad dat ten zeerste. En dan heb u ook een oordeel over het amendement van de VVD. Mag ik daar Gelling even voorzetten? Want dat is wel een merkwaardig die u doet. Want dat zeg ik helemaal niet. Wij zeggen alleen dat u de definitie zoals die was zou moeten voortzetten. Want het was uw eigen afspraak. En u doet nu iets heel anders dan dat uw wijze econoom, de heer Selpsa, zegt namelijk. Die zegt, nou, we houden het wel in de normale verhouding. U zegt hier juist, maar waar ik eigenlijk op bedoelde, van nou, dit geeft weer vrijheid om ongerept door te gaan financieren. Dat zei niemand van uw coalitiepartijen overigens. U bent de enige die dat zegt. En dat is wel een interessante wending aan het verhaal. Nee, ik heb gezegd dat wij ons nog steeds wilden houden aan de afspraak die we hadden. Dat we straks dat niet meer kunnen, want het leek eerst 2018 te worden, maar het wordt nu een nieuw kabinet, dus waarschijnlijk 2019. Dat de aparte uitkering sociaal domein waarschijnlijk gaat stoppen en gewoon in de algemene uitkering gaat. Dan kun je hem niet eens meer zien, dan kun je hem niet eens meer anders berekenen. Maar zolang we dat nog kunnen, wil ik best de oude neerzetten. Maar het was uw raad die zei, ik zou er maar mee stoppen. Want dat heeft straks geen zin meer, want wat wij wilden is een beetje achterhaald door de landelijke discussie. En we kunnen veel beter nou de nieuwe NSQ pakken, zodat we ook kunnen benchmarken met andere gemeenten. Mag ik nog één opmerking over maken? Want wat mij met name om gaat namelijk is de combinatie die ook in het over uw eigen programma staat, dat u onder de streep ook de meerjarenbegroting, kloppend, hè, zijn de woorden die er staan. Daar maakt u later van dat die structureel kloppend moet zijn. Incidenteel, ook daar heeft meneer zelfs over gezegd, dat valt daar weg. Hè, dat is ineens maar niet meer interessant. Nou, de combinatie, daar gaat ons het hoofdzakelijk om. Dat als u uiteindelijk de schuldquote zo definieert zoals u doet, dan zou het nog kunnen. Maar dan toch niet in combinatie met een meerjarig niet kloppende begroting. Ook dat zijn overigens uw eigen woorden. Staat ook in uw eigen programma onder 5.3 financiën. Wij hebben keurig altijd gezegd dat het meerjarenperspectief structureel sluitend moet zijn. En dat wij incidenteel dingen kunnen doen als daar geld voor is. En als je daarvoor gespaard hebt. En als je algemene reserve op een voldoende niveau is, dan kun je ervoor kiezen dingen te doen. Dat doet elk normaal huisgezin ook. Als je een nieuwe auto moet hebben, ga je eerst sparen. Voor zoals nog één keer mag hoor, ik betwijfel dat. Ik denk namelijk dat, u zegt ieder normaal huisgezin doet dat. Dat geloof ik niet. Ik denk dat ieder normaal huisgezin namelijk anders iets heeft. Die zeggen op het einde van het jaar, als het kloppend is, uw woorden, kloppend, dat er nog iets in de portemonnee zit. Of dat nou structureel of incidenteel is, ik denk dat ieder huisgezin dat niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk dat iedereen zegt dat het kloppend is onder de streep, nogmaals uw woorden, als er uiteindelijk geld overblijft. Of het nou structureel of incidenteel is, Dat maakt u heel belangrijk. Hè? Dat staat niet in uw regeerakkoord, dat is er ergens ingeslopen. Maar u gaat mij toch niet vertellen dat als u tegen iemand zegt, en dat zegt u nu wel, ieder normale huishouding vindt het structureel kloppend. Ik geloof dat niet. Ik denk dat een meerjarenbegroting uiteindelijk incidenteel en structureel cumulatief meerjarig kloppend zou moeten zijn. Laten wij nou het zo zeggen dat wij behoedzaam vooruit wilden, dat wij de bezuiniging hebben gedaan, dat wij de schuld bezig zijn hebben de afgelopen jaar 12 miljoen eraf. En dat wij met de schuldquote naar beneden aan het gaan zijn en dat de algemene reserve, die niet op 1,4 was, nu dik boven de 1,4 zit. Dus volgens mij zijn we behoorlijk behoedzaam bezig geweest en hebben we de boel weer keurig op orde gebracht. Nou, maar laten we in ieder geval die ratio's dan even houden en dan zijn wij daarbij wel redelijk gerustgesteld, voorzitter. Maar u kunt hem nog een keer, pak de oude en de nieuwe, pak er 6 of 7 punten tussen en dan heb je hem precies te pakken en heb je ook de vergelijking. Klaar. Dan ga ik naar mevrouw Luiten, die een interessant punt pakt over beschut werk, waar we zelf al even gezegd hebben, moeten we de komende tijd goed op letten. Ik ben het met de Partij van de Arbeid eens dat we daar even heel zorgvuldig mee om moeten gaan en daar goed op moeten letten. Ik ben het niet eens dat we nu direct de oplossing moeten kiezen door hem er even helemaal uit te tillen. Want ik heb iets van, we hebben een breed sociaal domein, daar zitten een aantal dingen in en we hebben ook altijd gezegd, daar pakken we buig ook bij. En ik heb zoiets van, halen we die schotjes er nou maar even uit, dan heb je echt een grote bak domein. Daar kun je ook mee heen en weer, daarbinnen. En dan zeggen we, het is dus niet zo als er toevallig bij jeugd overblijft dat die dan gelijk maar weer terug moet. Nee, als er ergens anders wat tekort is, dan mag je daar naartoe. We hebben daar voorlopig nog een forse overschot. Het kan naar de toekomst zijn dat hij korter wordt, kleiner wordt. Daar zit bij beschut werken wel het onderdeel waar het krap wordt. Dus die zal wel eens een keer wat van de andere kant moeten hebben. En is het niet zo? Wij vinden, dit college vindt, dat werk goed moet gebeuren. En dat als er geen geld is, dan moeten we geld halen. En zolang er wel geld is, kunnen we daarvan betalen. Ik schat niet in dat het volgend jaar direct een probleem is. Er komt nog bij dat de mei-circulaire een vrij fors bedrag weer naar sociaal domein en naar WMO oud doet. Dus die schuiven we daar ook allemaal bij in. En er loopt nog een discussie met de regering over. Ga je de bezuinigingen, loopt dat nu niet te hard? Zo hard dat de transformatie er niet kan zijn en moet er nog niet wat extra transformatiegeld komen. Nou, dat loopt allemaal nog. Dus laten we maar eens even kijken hoe die zich ontwikkelt. Maar één ding zeker, de mensen mogen daar niet de dupe van worden. En in die zin heb ik het gevoel dat we daar raadsbreed pal op staan. En dat gaat dit college in ieder geval niet overkomen. Voorzitter, als ik daar dan nog een aanvullende vraag over mag stellen. U zegt, goh, dat past allemaal prima in dat sociaal domein en dat is allemaal ons schot. Het is één grote berg. Alle doelen, zal ik maar even zeggen, komen daar aan de aandacht. Het punt is alleen, dit is een nieuwe taak. Deze wettelijke taakstelling is nieuw. En dat betekent dat het Rijk ons helemaal niet compenseert voor die taak. Dus dat betekent dat dat hoort helemaal niet bij het sociaal domein. Er komt een nieuwe taak en die gaat u financieren uit het budget voor sociaal domein, wat er eerst niet in zat. En daarom zei ik, dat gaat ten koste van de WMO en de jeugd. En dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Het heeft ook alles met die WSW te maken, is wel consistent in de manier waarop we hier iedere keer ernaar gekeken hebben. En ik zou toch willen voorstellen, ook zeker gezien wat de mei-circulaire nu doet, laten we dat eerst eens even een poosje volhouden. En dan eens even kijken hoe zich dit ontwikkelt. Maar dit is wel een punt, ook voor ons, om vinger aan de pols te houden. Want mensen mogen hier niet. Het kan niet zo zijn dat we zeggen, we kunnen er geen 18 helpen, maar met 2. Dat mag niet gebeuren. Dat mag echt niet gebeuren. Voorzitter, dan ben ik toch heel benieuwd hoe het college, wat het college zich voorstelt bij vinger aan de pols houden. Want u weet al dat dat zoveel gaat kosten. U weet dat u daar geen geld voor heeft en dat u dat nu uit het budget voor het sociaal domein gaat halen. En dan weet u dus ook, naar mijn idee, dat dat dan ten koste gaat van andere taken die nu wel al in het sociaal domein zitten. Dus wat betekent het dan dat u de vinger aan de pols gaat houden? Nee, wij hebben beleid gemaakt en dat beleid voeren we uit. En als daar haken en ogen aan het beleid zitten, zodat het niet klopt. Kijk eens naar de huishoudelijke hulp, waarvan we zeiden dat klopt niet, hebben we 450.000 euro bijgedaan. Dus ik zou naar beleid willen kijken. Doen we de jeugdzorg goed? Doen we de WMO goed? Doen we de participatie goed? Gaan we deze groep goed bedienen? En zolang dat allemaal ja is, is er niks aan de hand. En we hebben ook nog het geld. Zit er ergens een nee? Want hier valt een financieel gat. Of er valt inhoudelijk een gat doordat we gewoon niet goed beleid hebben. Dan moeten we beleid aanpassen. En in die zin vind ik dat we de vinger aan de pols moeten houden. En we hebben u expres nog een keer op het spoor gezegd van nou, hier zit wel een specifieke die we echt even heel goed in de gaten moeten houden. Hoe zich dit ontwikkelt. Nou, dat gaan we ook doen en dat gaan we ook volgen. En daar gaan we u ook over rapporteren. Even nog heel snel naar mevrouw Kelder. Ja, ik had een paar dingen gemist, maar ik ben goed geholpen. Parkeren en onderhoud. Ja, dat is ook het nieuwe rapporteren. Als u dan niks hoort, dan is het netjes binnen de kaders. En doen we wat we wilden doen, wat we bij de begroting hadden afgesproken. De motie hondenbelasting heb ik al een opmerking over gemaakt. Als de mij circulaire geld geeft en we... Dan komt de oude motie van u van wil nog eens even in samenhang naar lasten kijken. Die ook terug en hoe dat dan precies, moeten we even kijken. Niet voor de begroting, maar bij de begroting. En ik ben verwonderd wel een beetje over meneer Rodeman die elke keer nog bij de begroting zegt. U doet het niet goed, u zit op loszand en wat dan ook. En als er dan een volgende vergadering is, maar het is toch wel fijn dat er ruimte is voor investeren. Dus... De begroting, u hebt geld te weinig, maar u moet wel meer geld uitgeven. Ik vind hem wel een wonderlijke. Maar goed, prima. Verder aan de andere kant, dank voor uw goede woorden over beleid en wat hier staat aan kadernota. En ook mevrouw Van Hoek heeft er een algemene beschouwing van gemaakt. En dan ben ik aan het slot. Dat gaat nog even over die interessante gedachte over OZB en nominaal dingen doen. En... Je zou iets met de jaarresultaten kunnen doen. Ik wil er maar één opmerking over maken. Pas op jaarlijke fluctuaties. Want dan ga je de burger mee in verwarring brengen. Eén jaar krijg je korting, ander jaar niet. Dus dat moet je een beetje gaan dempen. Zoals wij al gewend zijn altijd bij riool en bij afval. Maar wel geld teruggeven. Nou, dat is wat ik financieel ervan wilde zeggen. Dank u wel. Dank u wel. Voor uw bijdrage. Ik constateer dat er één amendement is. Daar heeft u over gezegd dat onderraad wordt het college. Dat was het VVD-amendement over de netto schuldquote. Ik kijk even naar de volgende. De heer Prinsen maakt aanstalten om voor zijn rekening te nemen. Het is overigens 11 uur geweest. Ik vraag toch maar even, dat doen we altijd om 11 uur. Maar even, mijn voorstel is om wel door te gaan. Ik denk... Zo overzien schat ik in dat we nou, nog 20 minuten, half uur nodig zouden kunnen hebben. Maar dat scheelt aan u. De heer Prins. Voorzitter, ik denk dat ik kort kan zijn. Even van de collegekant een reactie op de motie van de Partij van de Arbeid-fractie. Waarin ze vragen, zeg ik maar, om een visie, om beleid te formuleren voor voorliggende woonvoorziening. Ja. Waar ook sommige andere gemeenten mee bezig zijn. Ik zou het misschien wel iets breder willen trekken. Ja? Ik reken deze ook tot de categorie woonurgenten. Ja? En als je goed geïnformeerd bent, zijn we intern bezig. En dat is ook een aanleiding van, volgens mij, een motie van GroenLinks, ook nog door de Partij van de Arbeid ondersteund. Dat we heel specifiek kijken naar de groep 18-jarigen. En er mag ook 18 min dan bij in deze. Het gaat ook over wonen en ook beschermd wonen. Daar zijn we mee bezig. Ja, om daar laat ik zeggen, beleid voor te formuleren. Daar zou ik ook graag in de woonafspraken iets over willen zeggen straks met de corporaties. Maar ik stel voor dat we uw motie dat we die overnemen. En ik zou hem alleen nog ietsje ruimer willen hebben. Dat in de categorie woonurgenten wordt door u gevraagde categorie. Maar ik heb ook wel een beetje behoefte aan samenhang, ja, in het verhaal. Waarbij de categorie die u benoemt daarin toch speciaal aandacht moet hebben. Met die toezegging hoop ik dat u ook akkoord kunt gaan, en draai ik het even om. Ja? Dat ik de motie zo uitleg. En ik wil proberen om dit najaar, als we met de woonafspraken, daar zijn we nu mee bezig. Maar als we wat concreter met de corporaties daarmee bezig gaan, dat dit daar ook een plek in kan krijgen. Want het is voor een groot deel toch een gemeentelijke verantwoordelijkheid, vind ik. Maar we zullen toch voor wat betreft huisvesting van dit soort groepen toch een beroep op de corporaties moeten doen om daarin mee te denken. En u gaf al de voorzet dat u dat met een van de corporaties heeft gedaan. Maar ik zou hem dan ook wat breder willen trekken. En ook voorbij de corporaties, maar ook breder willen trekken onder de woonurgent. Met deze groep een speciale plek daarin. Dat is mijn... Ja. Mevrouw Luiten, een reactie op de wethouder? Ik ben op zich natuurlijk heel blij dat de portefeuillehouder daarnaar wil gaan kijken. Dat u daar ook woonagenten bij betrekt, lijkt me daar helemaal niets op tegen. Ik wil wel even expliciet maken dat het hier met name ook gaat om een groep die nog niet woonurgent is. En dat het hier ook niet om hele woningen gaat. Nee. En zolang u die erbij betrekt, dan kan ik me goed voorstellen dat we heel benieuwd zijn naar wat eruit komt. Akkoord. Dank voor de beantwoording. De heer De Vent. Er liggen ook nog een tweetal moties volgens mij binnen uw portefeuille. In ieder geval nee, emotie, inclusief inclusiebeleid. Er zijn er twee, voorzitter. Dank u wel. Twee, hè? Ja. Ja. Dank u wel. Even kort op de opmerkingen en vragen ingaand. CDA, andermaal pleidooi om basisinkomen een keer te agenderen, volgens mij. Als ik dat zo mag verwoorden, zonder daar een standpunt over in te nemen. Inclusief de Partij van de Arbeid. Volgens mij heb ik de vorige keer al gezegd dat we bezig zijn om een symposium te organiseren. En ik kan u mededelen dat we nu een datum hebben. Want het is ons eindelijk gelukt om meneer Brechtman naar Hardenberg te halen vanuit Londen en Sydney, waar hij nu rondreist, zeg maar. Hij komt 27 november, dat duurt nog wel eventjes, naar Hardenberg. Maandag 27 november vanaf 4 uur, half 5 smiddags tot 's avonds 9, 10 uur ongeveer hebben we een hopelijk mooi programma waarin we alle ins en outs van het basisinkomen met nog een andere spreker waar we nog mee bezig zijn, om die dan met u te delen. En dat zien wij dan ook als basis, zeg maar, voor de verdere discussie. Dus eerst weten waar hebben we het precies over. En dat betekent dat eventueel voor ons als gemeente zien we daar ook kansen en mogelijkheden in. Dus komt eraan, we moeten nog even geduld hebben. Maar we zijn in ieder geval blij dat het ons gelukt is om hem naar Hardenberg te halen. Meneer Boersma, Maatschappelijk Initiatievenfonds heeft u uw pleidooi voor gehouden. U weet ook dat wij een maand geleden ongeveer hebben wij een collegebesluit genomen over het fonds. En wat ik daar zelf wel heel mooi in vind, is dat we ook hebben gezegd, als je kijkt naar de participatieladder, dat we de ruimte hebben gegeven aan de samenleving zelf om dat ook in te vullen. Dus daar zijn we heel ver in gegaan. En we zijn natuurlijk in afwachting, zeg maar, op, van reacties van wie is met ons bereid om daar invulling aan te geven. Inmiddels lopen al diverse initiatieven. Ik was afgelopen zaterdag met enkele van u ook bij de opening van de buurtuin in Balkbrug. Een prachtig initiatief. Die hebben ook uit dat budget hun zaken kunnen regelen voor een deel. En zo zijn er meer. Maar ik heb er wel zoiets van, voordat we nu het bedrag gaan verhogen, laten we even kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Niet dat ik bang ben dat het geld niet goed benut zal worden. Maar ik ben ook wel benieuwd of de samenleving in staat is, zeg maar, om dit verder zelf ook te organiseren en te toetsen. Want dat is eigenlijk wat we hebben gezegd. Boersma. Heel kort hoor. Wij kunnen ons daar best wel in vinden. Alleen we hebben een motie ingediend in december waarin een ton werd genoemd. Daar heeft het college €5000 voor gemaakt. Dat kan. Maar we blijven er aandacht voor vragen. En als er ruimte is, dan kun je ook meer initiatieven belonen. Dus dan vragen we nu vast om bij de begroting te kijken of eventueel die ruimte toch is om naar een ton te gaan. Dat was mijn vraag. Ik dwing het ook niet af of zo, of er komt geen emotie, maar houd even in de achterhoofd. Uw signaal is helder, maar willen we koppelen, zeg maar, aan de verdere ontwikkeling van het fonds. Dus ook de kwaliteit daarvan met name. U heeft ook gevraagd naar de aandacht voor mantelzorg. Zoals u weet hebben wij een heel uitvoerig onderzoek gedaan met heel veel partijen. Daar is een mooi rapport uit verschenen. U krijgt na volgende week een uitgebreide briefing over het onderzoek. En dat is ook de aanloop naar het verdere beleidsplan rondom mantelzorg, dat we gaan herijken op basis van het onderzoek. Dat komt binnen het najaar naar u toe. U krijgt voor de zomer uitgebreid een briefing van wat de uitkomsten zijn van het onderzoek zelf. Het is heel interessant om dat te lezen. En daar staan ook de duiding in van de mantelzorgwaardering. Wat vindt het veld daar nu van? Dus we komen bij u op terug. Dan ga ik over, volgens mij, naar de moties. Motie 1, inclusief beleid. Volgens mij heb ik de vorige keer ook gezegd en toegezegd, en dat is ook gebeurd, daar heeft u informatie over gehad, dat wij het in de reservelijst opnemen. In ieder geval ook de tekst dat we het ook belangrijk vinden dat we gehoor geven, zeg maar, aan de uitkomsten van het mooie bijeenkomst die we hier hebben gehad met elkaar. En ik denk dat het goed is, althans het college heeft ook geen enkel bezwaar om het op deze manier nog een keer te borgen. Let wel dat inclusiebeleid heel breed is. Hè? Het wordt ook in de motie zelf ook volgens mij nadrukkelijk aangegeven. Het gaat over vele terreinen. Ik wil ook niet altijd zeggen dat er geld mee gemoeid is. Soms is het ook kwestie van kijken naar beleid. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er straks komt. De verdere invulling van het inclusiebeleid, de prioritering daarvan. En wie dan uiteindelijk ook onze partners zijn om dat in te vullen. Want het hoeft niet alleen de gemeente te zijn. Dus zoals hij op deze wijze is verwoord, dat ziet het college ook als ondersteuning om verder tot uitwerking van plannen te komen. Dan ga ik naar de motie van de ChristenUnie rondom Samendoen. Ik weet, omdat ik ook zelf ook regelmatig gesprekken voer met de gebiedsmanagers, dat er behoefte is aan een zeg maar een soort regelarm budget bij de Samendoen teams. Dat zit hem niet zozeer specifiek op voorzieningen, want daar hebben we wel van alles voor geregeld. En u zegt misschien, en daar ben ik wel ook wel door getriggerd, dat ja, als we dan een beroep doen op een voorziening, bijvoorbeeld in de sfeer van contributie, dan duurt het vaak lang. Dan ben je misschien te laat. Nou, daar schrik ik wel van als u dat zegt. Dat wil ik dan zelf ook nog wel eens gaan uitzoeken of dat inderdaad zo is. Want je moet af en toe snel kunnen handelen. Maar het geld waarover wij ook in gesprek zijn met de gebiedsteams, er wordt nu een voorstel ook voorbereid en uitgewerkt. Dat gaat over een regelarm budget om processen te versnellen. Stel, iemand moet zijn legitimatiebewijs verlengen, heeft daar geen geld voor. Maar het is wel een voorwaarde voor het traject, het schuldhulpverleningstraject. Ja, dan kun je niet zeggen van dat doe even niet, want dan worden die kosten alleen maar hoger en groter voor de samenleving. Dan moet je misschien snel kunnen putten uit een dergelijk budget. Waarbij we altijd zeggen dat het dus om procesgeld gaat. Gaat het om voorzieningen, dan hebben we te maken met ons voorzieningenniveau, wat die volgens mij heel stevig is. Maar als het gaat om de snelheid daarvan, dan vind ik een ander aandachtspunt. Daar wil ik nog wel eens goed naar gaan kijken. Ik zou in dit geval, mag ik hem nog afmaken? Ja, en dan mevrouw Van Hoek en de heer Boesman. Oké. Zou ik willen vragen om de uitwerking van een regelarm budget met die samendoenteams af te wachten. Ik neem uw signaal mee die u heeft verwoord in deze motie. Maar wij komen na de vakantie terug met een voorstel hoe we dat precies willen gaan invullen in nauwe samenwerking juist met die gebiedsteams en ook de financiële vertaling daarvan. Want uw signaal is helder, maar hij wordt inmiddels uitgewerkt en ik geef hem wat andere insteek dan wat hij hier, zoals hij hier is verwoord. Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Mag ik u dan een hele kritische vraag stellen als u zegt de regelarme regeling? Dat betekent natuurlijk nog niet dat de drempel van inkomsten sorry, ik moet het even goed zeggen. We hebben nu een uitkeringsniveau en we hebben gezegd 100 tot 130%. Dan kom je voor dit soort zaken in aanmerking. Die regel wordt niet veranderd. Dus ik sprak vandaag een inwoonster van ons, ik zal het kort houden, die verdient 17 euro meer dan de norm. Dat betekent dat zij niet mee kan doen. Als u het heeft over minder regels en werkelijk iets doen, gaat u daar dan ook maatwerk leveren. Want anders is dit, wat mij betreft, iets optuigen wat geen effect heeft op de werkelijkheid. Ja, volgens mij heb ik het antwoord al gegeven. Want het gaat hier om een regelarm budget. Dus we willen ook gezegd los van bestaande verordeningen en regelgeving. En ook als het te maken heeft met het niveau van inkomen, gaan we kijken hoe kunnen wij de klant helpen. Ook al zit hij dan misschien net even 17 euro boven dat niveau, voor die volgende stap. Je wilt juist uit de sfeer van die verordeningen en regels komen. Dus het wordt altijd gekeken naar het perspectief van de klant. Dus volgens mij is uw vraag daarmee ook ingevuld als het gaat om juiste criteria te geven aan de invulling van het regelarm budget. Dus, volgens mij is het juist daarvoor bedoeld. Want wij ontdekken dat we in de processen, dat we dan tussen wal en schip vallen met die verschillende regelingen en verordeningen. Nou, om snelheid te kunnen maken, willen wij dit gaan organiseren. Boersma. Heel kort. Als schoolmeester vraag ik altijd, als iemand zegt na de vakantie, dan vraag ik altijd welke vakantie. Dus, dat is één. Maar ik neem aan dat na de zomervakantie is ergens in september. Dat hoor ik u zeggen. Ja, september, oktober, voor de, begroting, okay. Voor de begroting komt hij bij u terug. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want ik hoor u dingen zeggen en denk yes, als dat kan. Regelarm en zulke woorden, wat, geen 8 weken. En een tweede ding, en dat is wel aardig, want u bespreekt deze motie, maar er ligt nog geen motie, dus die wordt dan, neem ik aan, ook niet ingediend. Maar even voor de helderheid, maar dan is dat duidelijk. Oké, maar goed, volgens mij is de strekking hetzelfde. Ja. Dat was de beantwoording vanuit de wethouder en dat was inderdaad correct dat u zei, er lag een motie zeg maar achter de hand, wat antwoord stemt u tot tevredenheid blijkbaar. Ik heb nog één motie die ik zie liggen. Dat gaat over de communicatie. Met uw goedvinden maar even van achter deze tafel. De communicatieparagraaf in de raadsvoorstellen. Maar wat daar eigenlijk in mijn beleving uw vraag achter zit van... ja, hoe gaan wij die communicatieprocessen, hoe hebben we die georganiseerd? En kun je dat ook meer expliciet laten zien van wat er gebeurt? Want er gebeurt eigenlijk best wel veel op tal van vlakken rondom... ook raadsvoorstellen die naar u toe komen. Of dat nou in de ruimtelijke ordening is... of rondom bijvoorbeeld de afvalinzameling nu. Daar hebben we een heel mooi participatief proces gehad met de inwoners via een traditionele enquête, maar ook via de social media bijvoorbeeld nu. En ik stel mij voor dat we dat proces ook wat meer laten zien, terug laten komen in die raadsvoorstellen, om aan te tonen van hoe is dat proces met die samenleving nou gelopen en hoe is dat draagvlak gecreëerd of hoe is er gecommuniceerd. En met uw goedvinden zou ik een procesvoorstel ook daar weer willen doen om te zeggen van nou, het college kan de motie in die zin overnemen, wil daar mee aan de slag gaan, maar misschien ook wel in samenspraak ook met de Griffie, via de Griffie ook met de raad. Dus ik stel mij voor dat dat via de driehoek zou kunnen gaan, de gemeentesecretaris, griffier, burgemeester, om eens te kijken hoe kunnen we dat nou handen en voeten geven aan dat proces waar we heel erg mee bezig zijn, hè, dat participatieproces. Verdens van Dam is hier een paar keer geweest. De participatieladder werd net genoemd. Maar hoe zet je dat nou terug ook in die voorstellen? Kijk, als je dit toezegt en we zeggen tegen elkaar... kijk bij elk voorstel even of dat de bedoeling was met die paragraaf... Hè, dan groeit die wel langzaam maar zeker wat we graag wensen. Nou, dat zou prachtig zijn. Ja, ik zie het zelf ook in die zin ook als een ontwikkelproces... waarin we met elkaar zitten, ook de organisatie, maar ook het bestuur... gemeentebestuur, waarin we samen kijken van hoe kunnen we dat nou... we doen het al... een deel, maar we zijn ook nog niet altijd even goed erin om dat expliciet te verwoorden. Nou, dit kan daarbij ook helpen om dat scherper te krijgen. Ik heb u met alle welvinden nog één vraag gesteld over wat ik nog even de kracht van de regio noem. Daar heb ik een stukje aan gewijd. Van, kunt u daar voor de begroting iets meer over zeggen en ook de samenwerking met Ommen? Zou u daar nog kort op kunnen reageren? Ja, het is 11:15. Als ik daarover begin, dan... zijn we nog even bezig? Nee, ik heb u goed verstaan. Dat heb ik de vorige keer, is daar ook een discussie over geweest in de oriënterende ronde al. En toen heb ik volgens mij de toezegging gedaan en dat zijn we nu aan het uitwerken om ook eens even op te halen bij de raad van hoe de verschillende fracties dat zien. Dat proces gaat ook in Ommen gebeuren, heb ik begrepen. En dat gaan we dan bij elkaar brengen om te kijken van nou, hoe zo'n plan kunnen we daaronder leggen om die samenwerking zeg maar... te borgen of verder te versterken. En daarbij ook nog eens even te kijken naar de aansturing zeg maar, van de bestuursdienst. Hoe we dat ook nou, eigenlijk eenvoudiger of in ieder geval helderder zouden kunnen maken. En daarmee zegt u, dit komt in het najaar terug? Ja, dat komt in het najaar terug. Ik denk zelfs voor het najaar dat ik al bij u op de stoep sta om daar verder het gesprek over aan te gaan. En dan hebben we ook echt alles volgens mij bij de kop gehad, om het zo maar te noemen. En zou ik u willen vragen of we over kunnen gaan tot de slottermijn. En dat wil zeggen de stemming over de voorstellen, de moties en het amendement dat er ligt. En dan begin ik, zoals we hadden afgesproken aan het begin van de vergadering, met de eerste bestuursrapportage 2017. Daar zijn geen moties, amendementen over ingediend. En ik vraag u, kunt u akkoord gaan met de eerste bestuursrapportage 2017 zoals die voor ligt? Dat is het geval. Dat is akkoord. Algemene stemmen van de aanwezigen is dit voorstel aangenomen. En dat brengt ons dan bij het amendement. Allereerst van de VVD. Voorzitter, trekken wij graag in. Had ik kunnen vermelden, maar wij hebben besloten om niet in stemming te brengen. Akkoord. Dat is akkoord. Dat betekent dat wij naar het voorstel zelf gaan. Allereerst de kadernota 2018 naar Hardenberg, zoals die voor ligt. Is er behoefte nog aan een stemverklaring? Vraag ik maar even vooraf. Dat is niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het voorstel zoals dat voor ligt? Thans, Partij van de Arbeid akkoord, Opkoers.nu akkoord, D66, VVD akkoord, GroenLinks, ChristenUnie en CDA-fractie akkoord. Daarmee is het voorstel aangenomen en geeft dat het college het kader om toe te werken richting de begroting. Maar dan gaan we het nog wel hebben over de moties zoals die voorliggen. Allereerst motie 1 over het inclusief beleid. En daar heb ik het college horen zeggen dat zij dat willen overnemen. Daarmee dat ook verder willen uitwerken. Ik breng de motie in stemming. En ik heb al geconstateerd dat de fracties van CDA, ChristenUnie, PvdA, D66, GroenLinks voor zijn. En ik kijk nog even naar de VVD-fractie. Akkoord. En Opkoers.nu is ook akkoord. En daarmee is dit voorstel ook in algemene stemmen aangenomen. Deze motie is aangenomen. Dat brengt ons bij motie 2. De motie over de communicatie. Ik heb daar net vanuit het college iets over aangegeven. De motie wordt wel in stemming gebracht. En ik vraag aan... volgens mij, misstandjes zo ontstaan, denk ik. U hebt zoveel toegezegd. Dat is precies in lijn. Dus dan hoeft het wat mij betreft niet meer in stemming worden gebracht. Dat vind ik een beetje... Goed. Nee, er is een toezegging gedaan. Het zou kunnen zijn dat u zegt van ik wil hem nog benadrukken, maar dat is niet het geval. Daarmee komt die komt terug en dat gaan we verder uitwerken. Amendement 3 die is ook ingetrokken over de netto schuldquote. En dan heb ik nog motie 4 liggen. Een motie over de voorliggende woonvoorziening. Daarvan heeft het college aangegeven die te willen overnemen. Die wordt in stemming gebracht, constateer ik ook nog steeds. Het wordt gesteund door de Partij van de Arbeid-fractie, CDA, ChristenUnie, D66. Dan kijk ik even naar de fractie van Opkoers.nu. Akkoord. De fractie van de VVD. Die wordt ook gesteund door de VVD-fractie. GroenLinks. Mag ik nog een stemverklaring geven? Ik ben voor, maar ik ben vooral blij met de woorden van de heer Prinsen dat hij dat samenvoegt bij de andere jeugdactiviteiten die we in kaart moeten brengen. Want dat zegt dat wij dan niemand tussen wal en schip laten vallen. Dank u wel. Akkoord. Daarmee is ook GroenLinks akkoord en is deze motie ook raadsbreed aangenomen. Dank daarvoor en aldus besloten. Daarmee hebben we de bespreekstukken afgerond voor vanavond. Maar we hebben nog een hamerstuk liggen. En die zou ik toch graag in stemming willen brengen. Toch nog even vragen. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met het besluit tot het versnellen van de economische groei en het creëren van de werkgelegenheid? Dat is een inhoudelijk stuk. De uitwerking vindt u in de kadernota en komt ook in de begroting terug. Ik zie enthousiaste reacties van de zijde van de CDA-fractie, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, Opkoers.nu en de Partij van de Arbeid-fractie. Dank. Daarvoor, dit voorstel is aangenomen. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? De fractie van GroenLinks. Mevrouw Van Doek. Als sluitstuk, dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden. Op 5 juni is er in de Raad van Koevoorden nogal een debakeltje geweest over de begroting van Onderwijsstichting Arcade. En daar is zo'n toestand over ontstaan dat Dagblad van Noorden een paar dagen later nogal een kritisch stuk heeft geschreven. Waarin ook uitspraken worden gedaan door de voorzitter van Raad van Bestuur of College van Bestuur, mevrouw Heiningen, die ons toch enigszins zorgen baart. Er is structureel financieel tekort op de begroting, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We hebben het over 4 ton, 3 ton, bijna 5 ton. Maar dat was ook al zo in 2010, 2011. Maar wat ons het meeste zorgen baart, is dat onze voorzitter van het college van bestuur aangeeft in de krant dat de zorgen geheel onterecht zijn over de financiële positie. Want we moeten het zien als een boekhoudkundig trucje om innovatie die ze wil brengen naar de openbare scholen, dat niet uit algemene middelen kan. Dat wekt bij ons toch wel vraagtekens op. Vervolgens stuurt zij op 12 juli een brief naar alle ouders van alle scholen, dus ook in Hardenberg, waarin ze zegt er is niets aan de hand, alles is goedgekeurd. Wat in Koevoorde gebeurt, jongens, dat is al een storm in glas water. Mijn vraag is als volgt. Hebben wij ook het jaarverslag en de begroting dit jaar mogen ontvangen? Heeft u ernaar gekeken? En wat vindt u van het structurele begrotingstekort en de uitspraken die er zijn gedaan? Wat is hier ons beleid in? En wat vindt u eigenlijk van creatief boekhouden bij een onderwijssector die verantwoordelijk is voor onze toekomst? Dat zijn nogal wat vragen. Ik kijk even of de wethouder daar nu een reactie op kan geven. Of dat nog even verder wordt uitgezocht. Het woord is aan de heer Jansen. Het lijkt me de kortste klap om voor te stellen om ze maar als schriftelijke vragen te beschouwen. Dat had ook gekund. En dan hoeven we er nu niet meer over te praten. Akkoord. Voorzitter, dat is uitstekend. Ja, de vragen worden genoteerd. En u krijgt een schriftelijke reactie daarop. Wordt aan u gezonden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Als er geen andere vragen zijn voor de rondvraag aan de sluiting van deze vergadering. Het was een lange avond. Dank voor uw uithoudingsvermogen. We hebben een mooie kadernota 2018 vastgesteld en daarmee kan het college aan de slag. De vergadering is gesloten. Dank voor uw bijdrage.